The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier al jin de zond. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste na de face! rivers of de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. bij to the AA. Onze gast vandaag is acteur, presentator, quizmaster en theatermaker. Hij won de vijfde editie van De Slimste Mens ter wereld, was rapper bij Catnet, presenteerde bij Studio Brussel drie seizoenen lang Cuisine X en stond daarmee aan de wieg van de tv zender 4. Voor televisie maakte hij de Pappenheimers in de jaren stilkjes En tegenwoordig presenteert hij op een van algemeen nut. Zijn fascinatie met tv blijft hem inspireren. En nu toert hij dus ook door de Vla. De heeft net de première gehad met de theatershow De Droom van Philo. Welkom Steven van Heddewee. Merci man. Cool, he? de uitnodiging. Hoe was uw première? We zullen daar al eens mee beginnen. Hoe, ja, was het, hoe is het gegaan? Veel gevoelens uh, deugdend. Uh, ik was opgelucht dat het uh, zover was. Ja. Dat was iets wat ik al heel lang wilde doen: mm -hmm. uh, iets in de zalen doen. Um, maar door tv is dat er nog niet van gekomen. Dus uh, ja, het waren heel intense uh, maanden om dat te maken. En ik was blij dat het nu uh, vertrokken is is nog niet af, maar het is wel vertrokken. Ja. En dat deed me wel uh, deugd. Want, hoe was dat, want dat is natuurlijk iets anders als je hè, jarenlang tv-ervaring hebt en je moet ineens... Hè, daar moet het echt live gebeuren. Hè. Het is echt ja. op het moment zelf. Ja. Als er iets misgaat, kun je niet zeggen, dat gaan we nog eens doen. Ja. Hoe was dat voor u? Was, uh, had het daar moeilijk mee of vonden dat leuk? Nee, ik had het daar heel moeilijk mee. Hm. Dat was uh, in het begin zelf verschrikkelijk. Goed, hm. ik wist... Ik, wist uh, <clears throat> ik ben een beetje hees door het weekend... <laughs> We begrijpen ja, dat En ik woon in Haast, dus <laughs> ik, sowieso is het, ik <laughs> het altijd zwaar <laughs> maar, uh, Nee, dat, dat was Ik wist dat er een nieuw avontuur ging zijn Wit Blad um, Maar ik dacht, oké okay, uh, Ik heb uh, Ik had anders gezegd, ik wou dat doen omdat ik graag entertain En de trucendoos van tv Die ik een super toffe trucendoos vind um, Ja, die Daar ken ik zowel mijn weg in, ondertussen en ik was ongelooflijk verliefd of, of benieuwd naar de trucendoos van uh, de zaal. Hè, het toneel, het, het moment zelf. Um, en romantisch als ik ben, dacht ik van oké, okay, goed, ik, ik, ik ontdek onderweg wel uh, wat de mogelijkheden zijn. Maar nog voor ik de mogelijkheden echt ontdekte, merkte ik bij de eerste try out Jezus. Um, de angst die ik had bij het opkomen en gewoon maar ene mens met een baard in het publiek te zien zitten die zo wat gefronst kijkt... Dan dacht ik, shit, ik heb me vergist, hè? want dus die mens zit hier en vindt het nu al niet tof en, die, en ik kom nog maar op. En ik dacht meer, oké, okay, zet u daarover, maar dat heeft heel lang geduurd. Hoe lang heb je dat gedraaid? Hoe lang is het daarmee bezig geweest? Ah, wel, op zich niet zo heel lang. In, in uh, juni de eerste keer en dan, oh, we zijn nu half oktober. Ja. Dus op zich is het eigenlijk wel vrij snel moeten gaan allemaal. Ik had tot april nog uh, van algemeen nut lopen op tv en dan heb ik mij hier ingestort. En het moeilijke was: ik wist wel al heel lang dat ik die voorstelling wou maken en waar die over zou gaan. Maar goed, het is een verschil tussen wat dat je wilt brengen en dan effectief hoe dat je het brengt. Dus die eerste twee try-outs dat waren, die stonden bol van de hoestingen van de ambities, maar die gingen nergens naartoe. Echt nergens, <laughs> hè? Dus ik heb al heel mijn leven het nachtmerrie van um, op een podium te staan. Mee te draaien in een voorstelling, zo'n groot theater hè, met, met meerdere acteurs. En dan dat ik de dag zelf gebeld ben te zeggen, wilde jij die rol doen? En dan, shit, ik heb die niet gestudeerd. Ja. En dan opkomen en merken, ik weet niet wat ik moest zeggen. Dat gevoel had ik daar. Dus die, die, die nachtmerrie was ineens daar. Mm. Dat was echt verschrikkelijk. Had ik eigenlijk in boeken liggen of zo? Of zo papieren mee, waar je naar kon kijken. Dat je denkt van als ik het niet meer weet dan. Uh... Ja, op zich wel. Alleen. Ook dat, dat geschreven stond nog niet ver genoeg om echt te brengen. <laughs> dus ik had, ja, in de voorstelling, om een lang verhaal kort te maken, ik, ik breng het verhaal van de uitvinder, uitvinder van TV, dat is Philo Farnsworth. Mm -hmm. um, dat is een tristig verhaal, maar goed, dankzij die mens hebben wij wel allemaal TV thuis. Wat deed hij eigenlijk precies uitgevonden? Wat ja. was die eens een ding? Wat deed hij gedaan? Wel, eigenlijk, er zijn door de geschiedenis heen heel veel mensen die nagedacht hebben over tv-systemen. En op het moment dat de radio was was er het idee van als we dan een keer ook met beeld mee, mee kunnen uh, bijsturen. Um, maar hij was de gast die de elektronische televisie heeft uitgevonden. Dus echt de beeldbuis. Hè. Ik weet niet ah, of ja. je vroeger nog okay. zo'n oude tv hebt mm -hmm. gehad. Uh, dat heeft hij uitgevonden. Dus hij heeft het, het, mechanische, het mechanische televisie die uitgevonden is door John Logie Baird. Een Brit. Ook een crazy figuur. Mm. Die dus... Um, een fantastisch systeem had met zo roterende draaischijven. En op de avond hadden dan een aantal investeerders uitgenodigd om te laten zien van dit is mijn prototype en alsjeblieft investeer. En die mannen kwamen dus kijken, maar ja, dat was het tijdperk van de lange baarden. En dus die mannen kwamen wat dichterbij. Dus één van die mannen is met zijn baard in dat systeem terechtgekomen en dat is dus kapot gegaan. Maar goed, mm -hmm. dat kostte zoveel geld. En John Logie Baird was ja, een idealist zonder enige... Uh, Pond. Dus die investeerde alles in zijn uitvindingen, maar die hield daar nooit iets aan over. Dus die heeft, allee, wat heeft hij bijvoorbeeld nog uitgevonden? De, uh, de schoen met zachte zool. En dat was dan een soort uh, ballon die hem in de schoen stak om, om hem wat zachter te kunnen stappen. Maar dat, ja, dat ontplofte dan en zo. Dus dat was echt een aaneenschakeling van mislukkingen, die mensen zijn uh, uitvinders bestaan. Mm -hmm. Maar goed, hij is effectief wel de gast die. die ah, ja, um, kijk eens ja. ja, mechanische tv heeft ontwikkeld. Ja. Alright, en dat was een... Uh, was dat nou een foto van hem naast dat spel? Nee, dat was John Logie Baird. Ja, dat is John Logie Baird, ja. ja. Okay, en okay. dan Philo? Was... John Yogi Bear. Ja. <laughs> ja, maar echt een crazy figuur. Ja, man. Bijvoorbeeld, mag uh, ik nog één ding over John uh, Ja, nee, man, vertelt, een, mens vertelt dus zoveel die, als je <laughs> wilt. Dus, hij kreeg dat beeld niet scherp, dus wat dacht hem? Oké, okay, um, wat is de, de strafste lens ter wereld? Wat is dat, denk je? De, de een te te een, een teles telescoop of zo, of een uh, microscoop? Ook, nee, eigenlijk gewoon het menselijke oog is, het, ah, ja. is, het, is de ja. scherpste lens op uh -huh. deze planeet. Dus dan dacht je van, oké, okay, weet je, ik werk met een oog uh, in mijn uh, uitvinding. Die is dan s'nachts in het mortuarium een paar ogen gaan halen. Hij uh, <laughs> heeft daarmee geëxperimenteerd, maar dat is dan echt Amerikaans. geworden. een soort Dr. Frankenstein eigenlijk. Ja, het, het zou zo een, een verhaal van, weet je, uh, A.G. Uh, Wells, Wells kunnen zijn. Ja, ja, ja. 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 Of Lovecraft. Die, die H.P. Uh... Lovecraft ja, ja. is wat meer de Cthulhu, Weirdo, Mythos. Ja. Ja, H.G. Wells had eigenlijk ook wel kunnen. Op zich. Soort, zo van die, uh... die schrijver-uitvinders. die zo schreven over dingen die daarna uitgevonden zijn. Ja. Wat ik ook wel cool vind. Want als je ooit uh, dingen gelezen hebt. wat was dat? Uh, War of the Worlds. Daar legt hij eigenlijk zo'n soort principe van een lezer. het voordat dat er eigenlijk was. Serieus? Ja. Wat wel cool is. Ja. Maar eigenlijk. om, om, om terug te keren naar Philo. Philo groeide op in, in, in dat tijdperk. Dus het tijdperk dat er in science fiction uh, ongelooflijk veel geschreven werd over televisie. He, dat, dat had toen nog geen naam, maar ze noemden dat echt radiofilms, of alleen de radio waar beeld uit kwam. En je ziet dat ook in, in zo'n Begin vorig jaar, waar er heel veel schilderijen en tekeningen van mensen uit de toekomst die zo heel de avond naar een radio kijken waar beelden uitkomen. En hij was zes, zeven jaar, dat was een boerenzoon, die in wetenschappelijke tijdschriften daarover las. En toen wist hij al van, dat is wat ik moet gaan uitvinden. En dan op zijn veertiende heeft hij me effectief tv uitgevonden. En dat was tijdens het ploegen van het patattenveld. Oké. Okay. Dus, um, ja, je, je weet zo, als er geploegd wordt, dan, dan ja, dat wordt zo in, in parallele lijnen getrokken. Mm -hmm. En toen dacht hij me wacht eens, als ik nu eens een beeld reconstrueer, een beeld van een camera naar een tv moet, als ik dat reconstrueer met lijnen, Eén uh, voor één, die zo snel gaan, gelijk als een printer. Die zo snel gaan dat het blote oog het niet ziet met, met elektronen. En dat is zijn uitvinding. Ja. En die is het dan gaan ontwikkelen. Uh. Maar Boris, dat, dat is dan triestig, want hij had een grote droom. Hij dacht van uh, door tv gaat er nooit meer oorlog zijn. Hij, hij zag dat heel idealistisch. Als er tv is, gaat er nooit meer oorlog zijn, want uh, landen in oorlog gaan elkaar mekaars cultuur kunnen zien. En voilà, ze gaan elkaar begrijpen. Dus, ja, het is natuurlijk wel anders uitgedraaid. Hè. Ja, mijn. Dus, uh, was hem daar zelf? Uh, want uh, ik, uh, ik meen te herinneren dat hij ook niet zo heel gelukkig gestorven was. Uh. Dat is een redelijk verbitterde mens ja. tegen het einde van zijn leven. Heel hard, ja. Hij haatte echt zijn uitvinding. Ja. En, en waarom was dat? Om het gevoel dat dat totaal niks verenigde? Of dat dat iets... Wat, wat was zijn probleem ermee, met zijn eigen uitvinding? Well, een paar dingen. Zeker het feit dat het niet geworden is waar hij van droomde. Hè? Dat, dat idealistische. Uh, terwijl, ja, toen hij stierf, en dat is dan in 71, tv bestond al wel twee decennia. <coughs> TV was entertainment. En dat is, laten ons eerlijk zijn, uh, prachtig, hè. Na, na de Tweede Wereldoorlog kwam tv en de mensen hadden nood aan verstrooiing. Entertainment, dat was superbelangrijk. En hij zei dat Sony. Dat is één ding. En een tweede ding is: zijn uitvinding is eigenlijk gestolen mm. door RCA, de Radio Company of America. Mm. Uh, die ja, die voelden van oei, tv komt eraan, uh, onze core business radio gaat daardoor verdwijnen, dachten ze. Dus we kunnen maar beter datgene wat ons gaat kapotmaken, omarmen en er zelf als eerste mee naar buiten komen. Dus eigenlijk hebben zij die uitvinding van hem gestolen. RCA is nadien NBC geworden. NBC kennen we natuurlijk mm -hmm. als een van de grootste, eerste grote Amerikaanse tv zender Maar het is een beetje het verhaal van David versus Goliath. Hij heeft dan die gasten wel voor de rechter gesleept. Hij heeft dat proces gewonnen. Hij kon ook effectief aantonen dat hij de uitvinder van tv was. Alleen hij had de power niet van, van uh, RCA om, om dan effectief te gaan uh, concurreren met, met RCA Maar heeft hem daar dan een vergoeding voor gehad? Heeft ja. Hem wel, ja. Kon hem daar van leven? Dus Goh, op dat... 1, zich... 1, 1 miljoen dollar is dat ja, ja, klopt. Ja. Ah, okay. ja, ja. Ja. Op zich Wat wel... eigenlijk heel weinig is, hè? Als je dat, allee, voor die een tijd was dat zeker niet weinig. Hè? Ja. Want ik weet niet wanneer dat dan was. Was dat in jaren de jaren dertig. 60? In de jaren nee, nee, 30. Ja, ja, ja. Oké, okay, zo ja. lang geleden al. Nu, ik heb heel ja, snel ja. even een Wikipedia gelezen. Het is ja. dat veel miserie. Het zoontje dat overlijdt, uh, ja. zelf en de moeder die alleen naar de begrafenis moet, dan die rechtszaak. Ja, uh, ja. ja het is, echt, het is, het is die gast is gestorven. Oh, heeft, heeft, heeft zich ook een beetje kapot gedronken. Mm -hmm. um, ja. Ja. Echt het, 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 het typische voorbeeld van een idealist romanticus die verbitterd geraakt is. Ja. En dat is eigenlijk, toen ik dat las, eigenlijk is dat bij mij uh, vertrokken vanuit, ik heb gewoon eens gegoogeld, wie is nu de uitvinder van tv? Ik vond dat raar, ik werk al twintig jaar voor tv en ik wist dat niet. En toen ik zijn verhaal las, ja, raakte mij dat. En toen wist ik van, oké, okay, ik moet die voorstelling maken, want ik wil aan die gast tonen dat tv wel goed geweest is voor ons. En de voorstelling vertrekt van die vraag, is tv goed geweest voor de mensheid? En ik onderzoek dat aan de hand van een aantal fragmenten wereldwijd. En eigenlijk gaat de voorstelling, en dat is de conclusie van de voorstelling, gaat over, ik heb geen idee of tv goed geweest is voor de mensheid, dat zal met twee maten en twee gewichten zijn, maar voor mij wel, want dat heeft mij gered. Allee, ik ik um, wist heel jong dat dat is wat ik wou doen. Mm -hmm. uh, ik ben een kind we zijn allemaal kinderen van de jaren tachtig yes. het moment waarop tv echt ja ook qua kinderentertainment echt uit zijn voegen uh, gebarsten is dus dat, ja we want zijn... hoe zagen uw jaren stilletjes er eigenlijk uit wat waren zo de dingen dat je zegt van deze en de dingen die op mijn netvlies gebrand stonden en ervoor zorgden dat ik wist dat wil ik ik ook gaan doen ja. Dat was eigenlijk um, Muppet Show. <laughs> Super. Ja. Ja, Muppet uh -oh. Show en natuurlijk daar de, de, de jongere versie van Sesame, is Allez, al op de Nederlandse TV. Uh, Met aardstaartjes. Met aardstaartjes, ja, oh, absoluut. My God, man. Ja. Die 382 jaar moet zijn nu. Die, maar. Die leeft hij er nog ja, altijd? Ja, leeft nog, ja, ja. Holy crap, man. Ja, ja. Ja, ja want. Als ik het goed voor heb, bestaat het nog, maar zit het ergens ver weg op een digitale zender in Nederland. Hè? Ja. Och, zie je ja, zo, ja. man. Hij begint een beetje op Trump te lijken. Hè? Ja, inderdaad. Ja, hij doet ook al zo de, de rode power tie aan en zo. Ja, <laughs> ja, ja. Het is, ja, het ja. is zover. Enfin, ah, voilà. Ja, ja um, dat is mijn vroegste herinnering. te verdering Als kind, dat ik met mijn ouders in de zetel zit, naar Bert en Ernie kijk, en dat wij allemaal moeten lachen. En dat overkwam ons toch zelden, dat wij veel samenwaren en laat staan samen iets lag. dat zijn zo toch momenten dat je als kind herinnert van, ah, geconnecteerd uh, uh, over de generaties heen. Mm. En de Muppet show, wat vind ik daar zo geniaal aan? Wel, voor mij is dat het perfecte tv-programma, omdat dat en zeer scherp is en zeer ook een rol, maar toch ook heel warm en heel emotioneel. Uh, allee, al die personages zijn eigenlijk heel onzeker. Bijna kinderlijke uh, figuren die je die weg zoeken in de showbiz, mm. en daardoor is het heel herkenbaar en grappig. En tegelijkertijd is het, is het ongelooflijk schoon en geestig gemaakt. Dat is ook uh, een uh, introductie voor heel veel sterren voor mij: mensen die ik eigenlijk niet kende en heb leren kennen door de Muppet Show. Ja. Nee, ik herinner me nog zo'n aflevering van Animal. dat hij zo'n drumduel aangaat met Gene Krupa. Hè, een heel bekende jazzdrummer. maar ja, ja weet ik veel wie dat, dat was. Mm. Maar ik, herken, ik weet altijd dat dat de man is. die in een jazzduel gewonnen heeft van Animal. Zo, hè, dus dat waren zo van die. de Star ja, ja. Wars aflevering. waar dat ja, Mark Hamill in komt en waar dat Gonzo Darth Vader was. Ja. En zo, dat zijn zo van die dingen. die inderdaad altijd blijven hangen. Maar het goede daaraan is dat dat inderdaad. ben een soort leuk was hè. Dat, dat Hansen heeft dat voor een stuk gemaakt uit liefde voor die vaudeville-achtige uh, tijd hè, van, van dat begint ook echt heel voddevilachtig achtig hè, van welkom mm -hmm. en, en, en ja al die oude sterren ook de, de, ja, de sterren waar hij dan als kind mee opgegroeid is die passeerden allemaal. Alleen gaande van de hipsters van dat moment, Peter Sellers, Mark Hamill, tot inderdaad hele oude George Burns, uh, ja, George van Burns, die, ja, van, die ja. van die klassieke entertainers hè, mensen ja. inderdaad die daar ja, en ik, ik heb een gevoel bij u, want je hebt het ook al een paar keer gezegd: dat je een romanticus zijn en zo. Maar heel veel van uw, uw programma's ook tegen de tegensterren, Ja, ik je hier naar de Jaren, hier, nou, de jaren Oh my god, wel een verspreking. Geen probleem. Ja, ja daar zat hij ook in, maar dat wisten je niet. Hè. Toen werden die ja. gespeeld door iemand anders. Het ja. was vooral uw kuif, die was solo gegaan laat, toen. Laat ons zeggen dat ik blij ben dat ik mij dat niet meer herinner, dat ik daarin zat. <laughs> maar de Jaren jij... Ik, ik heb het gevoel dat er ook een hele grote nostalgicus in u zit. Ja. Uh, ja, zeker op het niveau van entertainment. Het is niet dat ik nostalgisch ben naar het leven vroeger, maar wel naar entertainment. En ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met, ja, dat is heel duidelijk terugblik naar je eigen kindertijd. Niet zo plezant als ineens iets verdoemen daar heb ik als kind naar gezien. Dat ben ik dertig jaar lang, heb ik daar niet aan gedacht. En dat zijn fantastische momenten, dat je zo mm -hmm. ineens, Wow, die een tekenfilm, ik was die compleet vergeten. Dus dat, dat vind ik heel tof. En anderzijds is dat iets heel. Ja. Kijk, ik, ik, uh, dat is bijna allemaal voor mij interessant studiemateriaal. Ik kijk gewoon heel graag naar hoe vroeger geënterteind werd. Mm -hmm. En ook vandaag. Hè, het is niet dat ik. Dat ik uh, en wat, zijn de, wat zijn de verschillen dat je ziet? Wat zijn de dingen die je dan mist als je daar naar kijkt en zegt. Dat vond ik ik wel heel tof van ja. entertainment dat ik nu niet meer ja. zie? Een van de dingen die ik heel hard mis op TV dan. Uh, is fantasie. Uh, het, het, uh, de fantasie die bijvoorbeeld in, in, in het werk van Henson zit, Muppet Show, Sesame Street, um, wat in cartoons zit, in, in, in animatie, dan mis ik heel hard in reguliere uh, tv-entertainment. Alles is zo, ja, super realistisch. Allee, reality mm. is daar het beste voorbeeld van. Alles is echt heel Ja. Yeah. En de enige, het enige escapisme, dat je op tv ziet, dat zit alleen nog maar in reclame. Hè? Daar kunnen nog dromen. Ah, oh, kan ik dromen van een nieuwe auto. Of, of, nee, dus daar spelen ze wel nog met de trucken van, mooi jongen, stel je voor dat ik, hè, dat ik nu deze melk drink, dan word ik echt, echt heel heel gezond. Ja. Maar dat gevoel mis ik heel hard bij, en dat is wat entertainment moet zijn, dat is puur escapisme, van ik zet dat op en ik ben vijf of tien minuten mezelf eventjes kwijt. Ja, dan mis ik echt heel hard. Ja. En wat zijn dan voorbeelden ervan, dat je vroeger had, dat je zei, ja, dat, die, dit missen we nu ja. momenteel. Um, bah, ja, ik ben een grote fantasy-fan ook, bijvoorbeeld. Ik mis in fictie, hè. alles in fictie is, ik, uh, is toch vrij, is hyperrealistisch. De dingen die wij bij ons op de Vlaamse tv zien, lang leven hmm. Netflix en zo, maar <clears throat> zo'n Vlaamse fictie is, uh, ofwel uit zijn policiers, of... of uh, of wietboeren uh, in de uithoeken van het land, mm -hmm. waar niks mis mee is. Maar ik, ja, ik mis uh, creatieve risico's van, van makers. Zo, durven dingen brengen die. Ik ga niet over moeilijk, of, 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 of voor een niche publiek. Ik ben er echt van overtuigd dat je voor een superbreed publiek dingen kunt maken die toch uh, iets fantasierijker zijn. Geen goesting om dat zelf te doen. Ja, zeker. Ja. Ab absoluut. Ja. ja. Ja, ik, ik zeg al heel lang bijvoorbeeld ook dat ik, ik wil echt heel graag ook kinderprogramma's wil maken, omwille van die redenen. Ja. Um, ik, ik heb uh, twee zonen, die zijn vijf en zeven. Ja, dat is zalig om die te hebben, omdat je daar keihard mee geconfronteerd wordt. Allee, wij worden allemaal geboren met een extreme verbeeldingskracht, dat is één. Uh, dus we dus, absorberen veel, maar ook gewoon zelf. we zijn echt tot vele en grote fantasie in staat. Maar hoe ouder dat je wordt, dat is ook logisch. Volwassen leven is gelijk aan ah, verantwoordelijkheid. Mm -hmm. hè? Nu, nu moet ik toch zorgen dat ik in, binnen de lijntjes loop en moet ik juist zijn. En, dus je verliest dat eigenlijk allemaal. Terwijl, dat zit diep van binnen. Dat klinkt heel vol Nee, maar, nee. Maar, nee. Maar, <coughs> ik ben er uh, volledig mee ik, eens. Ik was wel aan het denken ja. van, van vroeger, hè, we hebben allemaal dezelfde leeftijd. Zo de jaren tachtig, die kinderprogramma's. Wat ik, me, de, ik heb het nu over de BRT dan nog. Ja. Hè, wat ik me wel herinner, was dat dat soms wel uh, drugs-tv van de bovenste plank was. Want ja. net toen je over melk <laughs> bezig was, mm. mik, mak en mond. Ja, ja, Jezus. Hoe ga jij als kinder, hoe, hoe plaatst het dat? Wat is de keuze geweest achter Mik, Mak en Mon? Ja, dat zijn de LSD-jaren van de dienst jeugd. Zoals alles is... Uh, kijk, dat, dat vertrok vanuit... Hè, weet, dat is gemaakt dan door de VRT toen, de BRT. Dat was, hè, die hebben een opdracht, het, het volk opvoeden. En dat was eigenlijk... Uh, de opdracht van Mik, Mak en Mon was... Promoot melk aan kinderen. Hmm. Dat was de basispremisse van Micmac en Mon. En dan zijn ze aan tafel gaan zitten. Oké, okay, wat, wat kunnen we rond melk maken? En uh, dan hebben ze, denk ik, echt, ja. Uh, wat vinden kinderen leuk? Ah, uh, we gaan, uh, ze hebben eens buiten gekeken. Ah, in, dat, in de cinema: Star Wars, Star Trek. Uh, ja. We gaan iets met science fiction doen. En voilà, zo geschieden. En, en uh, we gaan aliens laten crashen. En het enige waar die op, op, op uh, overleven is melk. Hè. Toevallig passeert een melkboer met, met, met melk. En oef, wat een toeval, zeg. Die, die redt die met melk. Ja. Dat is waar die reeks over gaat. Die is geproduceerd door Paul Ricoeur, Die we allemaal kennen van Merlina. Ja. Ja, en, en, Polycarpus uh, Tak. Voilà, voilà. All right, cool. Dus nog mensen, als je thuis zit en je wilt echt kaart leggen, dan moet je gewoon naar Google gaan en afbeeldingen zetten en dan Mick, Mac en Mond Ik ga nu aan uh, Steven en Alex laten zien. Ja. Het is erger dan ik dacht. Ja. <laughs> ja, ja, maar het is crazy. Ja, ja. <laughs> ik heb dat nooit gezien. He. Nee, zeg je nee, dan niks aan het <laughs> nee, maar Ik ben, een, uh, ik, ik, ik ben uh, opgevoed met. Ja, ik heb al vaker gezegd, maar met Engels. Engels ja, ja, tv ja, ja. Ja. Met een Engelse vader. Dus ik heb zo van die gaten in mijn cultuur wat dat betreft. Maar ja. ik heb dan van die dingen meegekregen als The Magic Roundabout. Met zo'n hondje over zo de elf bestond het. Een ressort. Dat was zo'n slinky. Dat niks. Dat was ook zo van die, van die drug-TV. Ja, ja, ja. Met heel veel psychedelische kleuren en hele rare muziek in zo'n boek. Zo, dat soort dingen. Hè? Of Bill en Ben, de Flowerpotmen. En dat waren zo twee slechte marionetten. Ja? Die zo eruit zagen als een, ja, een bloempot met een plant op hun kop. Ja? En zo. En dat waren zo dat, ook zo dat soort hele weirde. Ja, voilà, dat waren Bill en ah, ja. Ben, de Flowerpotmen. Ziet er nog schoon uit. Ja, dat is mooi gemaakt. Dat waren marionetjes. Ja, ah, ja, schoon. Zo, maar, ja. maar zo van die hele rare TV was dat ook. Maar Mack en Mon is mij ontgaan. Maar, uh... Ja, dat. Nee, ik vroeg het eigenlijk omdat je, net ik was helemaal mee met je verhaal, maar ik was aan jezelf ontdenken dat je die fantasie en die creativiteit mist. Nu kunnen we van Mik, Mac en Mon veel zeggen, er was inderdaad wel een soort fantasie bij. Maar ja, ja. was het vroeger beter op de BRT? Want ik ging altijd naar Nederland. Ik ging oh, altijd naar de Hollandse ja, tv zien. Tuurlijk, maar zonder afbreuk te doen aan al de mensen bij een de, bij de BRT die hard gewerkt hebben om de jeugd te entertainen in de ethisch. Mm -hmm. Natuurlijk, allee, wij keken met open mond, lang leven dat wij naar Nederland konden zappen. Ja. Uh, allee, we, we zijn nog niet de generatie die dan zo heel angelsaksisch als kind. Allee, mijn kinderen die, die begrijpen nu al tien keer beter Engels dan dat ik op mijn, op mijn tien jaar Engels begreep. Maar wij, wij hadden ja, lang leven in Nederland met TUNT, VPRO was dat. Mm -hmm. Dat was progressief en, en die hadden het over... Vandaag hebben we het over homoseksualiteit en was zo wat. En dan, dan speelden die zo personages, de baronnen, de baronessen, die hadden dan zo van die Louis XIV-pruiken gemaakt van wc-rollen. Ja, had dat hier gedaan, dan waren we ontslagen, denk ik, bij de BRT. Mm -hmm. Heb je ooit, hè, in al uw jaren dat je tv doet, achterhaald waarom dat dat is? Want er moet toch een maatschappelijk verschil zijn Dat dat in Nederland ja. konden en in België niet. Ja, maar de, de cultuur ten eerste, allee, ik denk dat Nederlanders, uh, wat dat betreft, ja, dichter aanleunen bij de Verenigde Staten mm -hmm. in... in allee, de Amerikanen van Europa, hè? Sowieso. Ja, 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 Dat is wel heel hard. Ja. Hè? Dat zijn ook de eerste dat altijd alles overpakken wat vandaar komt. Ja. Dat je zo meteen weet van, oh ja, die nemen dat ook altijd zo dat stripje o-serieuzer. Oh, dat is een beetje gelijk dat je. De Japanners zijn dan ook weird in hun. Hè, dat zijn zo een beetje de Amerikanen van Azië, zo, of de Duitsers, afhankelijk van hoe dat je het bekijkt. Ja. Die hebben zo'n soort groentelijkheid en we organiseren het allemaal, maar die gaan ook volledig over de top mee eten, kopiëren, zo. Hè. Ja, ja. ja, dat hebben Nederlanders ook wel een beetje. Ja, ja, die gaan er dan gewoon voor. Die gaan ervoor. He. Ja, ja. ja. Ah, wel, ik denk dat dat het verschil is in onze cultuur. Ja, wij... onze cultuur is. Doe maar gewoon, dat is al zot genoeg. Hè. Mm. Ja, dat is zo. Niemand durft echt boven het gras uitsteken en, en oei, ai, want wat gaan ze zeggen. Dus dat zit sowieso niet in onze cultuur om crazy te gaan. Mm. Uh, wat eigenlijk zonde is. Hè? Maar ja, dus dat zal zich ook vertaald hebben in, in kindertv, uh, lang geleden. TV is eigenlijk. Uh, dat is iets dat u al, al fascineert van sinds dat je klein wordt. Er stonden zo'n paar weetjes bij de droom van Philo dat mij wel heel erg interesseerde. <laughs> uh, TV-stations hebben we ze te danken aan de Nazi's. Dat klopt, ja. <laughs> Vertel, hoe, hoe zat dat in elkaar? Wel, de Nazi's. Uh waren effectief de uitbaters van het allereerste tv-station ter wereld in 1935. Dus ze hebben het patent van Philo gekocht. Ze waren de eerste. Die eigenlijk hadden die heel goed door wat de kracht van tv is, namelijk één iemand zegt iets op tv en dat komt direct bij heel veel mensen thuis binnen. Dus dat wil zeggen dat je macht hebt, dat je dus ja, heel makkelijk kunt propaganda verspreiden. En daar waren ze natuurlijk meesterlijk in, in hoe kunnen wij de boodschap enerzijds zoveel mogelijk verspreiden. En anderzijds paste de tv perfect in de strategie van hun groter plan, namelijk enerzijds het derde rijk stichten, dat, dat weten we, hmm. maar anderzijds het Duitse volk, Dom houden. Daarmee bedoel ik van hoe minder dat het volk wist wat hun echte plannen waren, hoe beter. Dus ze creëerden um, blijdschap en dankbaarheid door. Er was een campagne die heette kracht durch Freude. Dus kracht mm -hmm. door vreude, van mm -hmm. We gaan zorgen dat alles leuk is. Als mensen blij zijn, dan hoeven ze ook niet wakker te liggen van, van de smeerlapperij van ons. Dan hebben ze daar ook geen oog voor. Want ze ja. zien niet wat wij het volk aanbieden. Dus elk weekend moest dat volk verplicht een trein op. En leuke activiteiten gaan doen. Dat was echt zo en je gaat genieten. Durft niet gestresseerd te zijn. Hè? Durft niet, hè? Want door vreugde krijg je kracht. Daar gaf vreugde. Daar komt geen stress. Ja, exact. En dus, er uh, zijn vele foto's van, van echt zo'n mensen. Je ziet hier allemaal op een trein zitten met zo'n groot affiche kracht terug vreugde de waren ze wel goed in, hè? mensen op een trein duwen. Ja, uiteindelijk, ja. dat Daar kan uh, NMBS nog veel van leren. Inderdaad, van, uh. ja, die waren wel op tijd. Ja, zeker. En heeft dat een, een invloed gehad? Is dat overgepakt door anderen? Hebben mensen gezien van, ah, daar zit de kracht van tv, door hetgeen dat ze hun gedaan hebben? Of? Uh, ik denk het niet. Ik denk dat wat, wat zij effectief gedaan hebben, is wel wat onder de radar gebleven, zeg maar. Ze, ze, ze gebruiken de tv dus om, om, voor verstrooiing, wat ik neks, net zei, mm. dus zij zijn echte pioniers van talkshows, muziekprogramma's, dat hebben ze allemaal gemaakt hè. maar allemaal leuk leuk leuk. Echt, het leven is wondermooi. Ja. Dat was deel één. Op het moment dat de oorlog uitbreekt, uh, zijn er heel veel Duitse soldaten die het ziekenhuis in uh, moeten, wegens zwaar gewond. Het leger verzwakt en dus ze moeten, uh, ze hebben mankracht nodig, dus ze sturen die, ze willen die zo snel mogelijk terug naar het front sturen. Maar die gasten, hun moraal zit aan de, uh, in hun broek. Mm -hmm. uh, wat doen ze? Ze maken speciaal tv-programma's voor die gasten. Op te krikken en zeggen: kom aan. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld. Het is niet omdat je een been kwijt zit door een, 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 ja, een inslag. Zagen. Exact. En je kunt nog altijd sporten. Hè? En dus dan maakten ze dus sportprogramma's ja. uh, met mensen met maar één been. Wedstrijden van allee, hup kom. En dan echt zo competitie. Zieken dan of... Ja, springen, hè? hup. Okay. En dan was er ook een romantische tv-film. waarin aangetoond werd dat het is niet omdat je geen benen hebt, dat je geen vrouwen kunt versieren. En er waren dan echt zo uh, een paar soldaten met prothese die dus dansten met vrouwen en vrouwen versieren. Ja. Uh, voilà. en, Als en je dan... geen benen hebt dan een pie tot op de grond, hè. dat is ook wel <laughs> ja, maar dan leer je wel <laughs> mij, ja, roeien met de riemen die je dan nog hebt. Dat ja. is wel een feit, ja. Dat is zo raar dat je, dat, dat je dan. Ik, ik probeer mij dan in te beelden. want Zijn daar archiefbeelden van? Kunnen ja. die vinden? Zo van die Nazi-talkshows? Ja, absoluut. Nazi-amputees. Ja, ja, soort... Nazi, oh, uh. ja. ja vlak. Voilà, oh, ja. right. Waanzin. Ja, ik kan dat niet spelen hier, weet he, maar... Nee. Ja, ja, het is echt crazy. Ja. ja je kunt het en, makkelijk vinden. En dat was, was die, die hadden ook al komiken, zo'n nazi-komiken. Dat is dan een gast die... die um... Joden moppen heel populair. <laughs> ja. Nee, exact. <laughs> Waarschijnlijk. Hij vertelt ja. dus... Hij heeft dan een boodschap voor buitenlanders, meer bepaald voor Joodse uh, uh, muzikanten die... En hij gebruikt dan een metafoor. De Joodse muzikanten die niet perfect in de Duitse maat van het leven meespelen, die moeten verplicht op bijles naar de zogenaamde concertkampen. Oh. Ja, dat is okay. dan de humor. All right. Lees duidelijke boodschappen. En daar werd dan ook keihard mee gelachen. van. All right, cool. Ja, voilà. Ja, dat was bon ton om dat uh, geestig te vinden. Ja. Het is wel raar om, eh, als je zo dat, dat eh, zeker die zeer bekende uitspraken van je hebben dat ze niet gewust ja. wordt, hoeveel mensen denk jij dat daar bewust van waren op dat moment? Dat daar een waarheid onder zat, onder wat hij aan het zeggen was? Dat is heel moeilijk om in te schatten. Hè? Ik, ik vermoed zeer weinig, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Ik denk zoals altijd, uh, dat mensen echt niet door hadden wat er aan de hand was. Mm -hmm. Lijkt mij de meest logische uh, verklaring. Ja. Anders zou er toch veel meer tegenin gegaan zijn. Ja, ik weet dat niet. Dat, ja. dat is ook het ding, dat doe ik altijd een beetje. De, de, Daar kunnen je zo heel lang over discussiëren. Aan ja. welke kant van het hek hadden jij gestaan op dat moment? Hè. Ja, ja, veel mensen zijn altijd meteen bereid om te zeggen: Ik had mij verzet. Maar als je ziet tegen hoe weinig dat je je eigen al verzet in je dagelijks leven. Zeker. Als je <laughs> zo'n soort agressieve regime hebt mee. Mm -hmm. hè, de SS waren niet de simpelste, liefste jongens om ruzie mee te maken. Nee. Dus ik denk dat jij veel mensen gewoon dachten, goh, hè, als je dan die houding hebt van let's not rock the boat. Zeker. Dan zitten ze aan het meemarcheren in zo'n uniform voordat je het weet eigenlijk. Hè. Maar ja, en ook ja, wij vanuit onze comfortabele tijd uh, mm. tot nader tegenbericht. Ja, 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 ja. Uh, ja. Het is heel makkelijk om, om met afstand of met terugwerkende kracht te zeggen: maar enfin, uh, zie je dan u zelf niet. Ja, misschien gebeuren er vandaag ook een aantal dingen waar wij ons totaal niet bewust van zijn. En zoals gezegd, ja, je zult maar, als uw leven een kwestie van leven of dood is, ja, daar worden wij, houd vasthouden, niet mee geconfronteerd. Dus geen idee hoe dat je zou reageren. Mm -hmm. Alleen ik denk dat je er zou van schrikken hoeveel politiek correcte mensen plots in een crisissituatie terechtkomen en en complete tegenovergestelde zouden gaan doen. Allee, dat... Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat veel mensen dat gezien hebben in die tijd. Ook. Dat zou wel zijn. Ja, trouwens, ja. Ik zeg van de week, niet helemaal hetzelfde, maar dat China dan toch eens op een time in Hollywood verboden had, omwille van de Bruce Lee's zijn Oh, dat? Is het echt? Ja, dat is niet helemaal hetzelfde, maar in ieder geval dat je toch merkt van, ze willen dan toch niet dat, dat het volk dat dan ziet omdat Bruce Lee daar niet goed uitkomt. Nee, die komt er niet zo goed uit. En die doet ook een, een vecht met Brad Pitt, die hem niet verliest, maar ook niet wint. Ja. Allee, ik zal zo zeggen, er wordt heel hard gesuggereerd dat als het langer blijft doorgaan, dat het voor de Bruce misschien niet zo goed zal aflopen. Ja, ja, ja. Ja. En ik denk dat uh, ja, bij hun zal het waarschijnlijk wel draaien om, ja, het is weer typisch zo'n soort... Uh, Zeg je dat, witte ras, dat het Aziatische ras toch wel weer overwint? Ja, 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 ja. het was blijkbaar ook de dochter, zal dat zijn? Of de Shannon, zus? Shannon ja, Lee. waarschijnlijk. Ja. Ja. Zeg, nu, omdat je zo. Je, je zelf. Uh, je weet wat de, de negatieve kanten van televisie. Jou, iedereen weet dat wel, maar dat zeker als, in uw geval, als je dat zo begint te bestuderen. en je begint dat ook te maken. Heb je soms momenten gehad in je televisiecarrière. Dat je, dat je echt voelde wat de lelijke kracht was van televisie? Jazeker. Bij mij persoonlijk Ja, dat je het die... Dat je het ontmonteren wordt. De, de, de clichévoorbeelden zijn bijvoorbeeld. Hè, elke keer als er iemand meedoet. in Big Brother. of, of ja. van die realities. Dan denk je, ja, maar ik heb dat toen niet gezegd. Het knippen. Ja. het slecht ja. laten overkomen. Ja, ja, uh, ja zelf echt ik daar nogal veel waarde aan. Omdat. Weet je, als iemand meedoet aan uw TV-programma. Ja, die stelt zich toch altijd kwetsbaar op. Um, en ik vind dat je die dan toch moet in zijn waarde laten uh, mm. en goed dat is een manier van naar de dingen kijken dus je kunt perfect met montage iemand ja maken of kraken hè. of iemand tof laten lijken of iemand een een klootzak laten lijken allee, dat dat is ja je zet daar toch een beetje divine je hebt daar een soort goddelijke tools hè, om om mm. dat is natuurlijk een krachtig medium dus maar ik allee, ik vind dat je toch altijd moet... weten als iemand bewust het verknalt voor zichzelf, ja, dat, dat, dat kun je niet aan doen. Hè, maar je moet wel een forum bieden en, en proberen dat zo goed mogelijk aan te bieden. Ik kijk niet zo graag naar Big Brothers. Ja, dat, dat is zo... Dat, dat is me te pijnlijk. Omdat ik het systeem zie, namelijk... Daar zit een, Daarom kijk ik dus ook niet graag naar Temptation Island. Ik ben te empathisch met die mensen. Die hebben totaal niet door dat die de maand nadien nog naar de winkel moeten, en dat is dan nog niet zo erg, maar binnen tien jaar is dat misschien een moeder of een vader, of werken die in een verzekeringskantoor en hebben die een zekere geloofwaardigheid nodig, en die is er dan niet. Ik want... denk je dat die dat niet doorhebben? Zo... In het begin kan ik me dat voorstellen. Je die allereerste reeks en dan je, ja, je, gelijk met Big Brother was dat ook heel duidelijk, de allereerste keer, die hadden ging flauw benul, ja. dat dat BV's gingen zijn. Ja. Hè? Ja. En ineens komen die uit dat huis en zat er 5000 man... Hallo uh, Tim of wiever de fuck dat dat dan was. Betty hè? Hey, hey? ja en Betty hey, dat ineens een ster geworden is daardoor zo van die, hey, de, denk die dat de eerste paar seizoenen hebben nog wel wat halve bekendheden ja, opgeleverd. opgeleverd. Ja. en dan was het ook gedaan. Ja met Spilly en zo. Ja, ja. de Spilly en, dan zo van, en of zo een aantal van die nevenfiguren die erna iets anders zijn gaan betekenen hey, like Frank Molnar was er ook zo ene, denk ik ja, ik denk ja. dat Danzel, ja. hey, die kerel met zijn dansmuziek. Ja pomp dat dat ook geen ja. een en, was dat een. Die had gewoon Ellen denk ik doen twee, dat, was dat tweede, weet ik al Dat was niet. al later, denk ik. Ja, dat ik ja, het al ja, niet ja, meer ja, weet, ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, dat, maar, maar als je nu meedoet op Temptation Island, dan trekt dat niet meer van dat aandachtsgeil volk, dat hoop dat ze, dat ze wel bekend gaan worden? Goeie vraag. Dus dat, dat vraag ik mij oprecht af. Ik zou hmm. geneigd zijn ook om te denken van, wacht, nu dat je toch al gezien hebt wat dat doet met mensen, hmm. gaat het toch niet in de val trappen? Maar ik betwijfel het dus. Ja. Ik betwijfel het, omdat... Uh, die stappen daar dan in... En wat er volgt is, is copy-paste als de jaren ervoor, namelijk, ja, je weet, als je aan temptation meedoet, doet, wetten is gelijk aan dikke miserie. Alleen dat is, <laughs> ja, maar nee, dat is niet terugblikken en zeggen, jongens, dat is geen kader dat je in uw gang hangt, maar dat je ouders zeggen, zeg, dat was toch tof, hè, jong. Weet je nog dat jij in temptation zat? Alleen dat, ja. Ja. Dus, die weten dat. Alleen dat is in grote letters staat dat, allee, don't do it. Ja. Maar... Ik denk dat ze ze altijd overtuigd krijgen: van het is een toffe vakantie. En jongens, we, we komen in de aandacht. Hè, wat ik die in mijn voorstelling ook over heb. Het is die aandacht, hè, die van: ja, maar en dan zijn we toch iemand. Want we hebben aandacht. Even, hey, wij we, 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 hebben wel meegedaan aan Temptation Island. Ja. ja, ik vind. Ja. Ja, ik, heb, ik heb eens uh, op de. Op de um, toen ik te gast was bij Gert Verhulst. Uh, heb ik ook ooit eens met een gast samengezeten. Die het daaraan had meegedaan. Die had ook meegedaan aan Adam zoekt Eva. Zo, dat ja, we ja, gaan elkaar ja. naakt ja. daten. Was dat niet ja. de, de Joshua? Joshua. Ja. Joshua en Joshua ja. had ook uh, een worst. In een, uh, die zijn familie heeft een, een frituur in Limburg Die is was... mega fan van hem. Ik hoorde maar ja, even ja. zeggen. Dus nee, ik nee, je... kon je... dat gewoon even zeggen. Dat was de Floshua. Hè. Dat ja. was dan zijn worst. <laughs> ja, maar dat is een, kei... een, kei... ja, ja. een lieve jongen. Zijn ervaring was dus, toen ik aan hem vroeg hoe was dat, ja. de tijd van mijn leven. Hè. Ah, ja. Ja. Dus die had dat niet ja. ervaren als een soort, ik ben daarop... Op, op, nee, dat is inderdaad ja. dikke miserie, want het is eigenlijk vooral, <laughs> ja. heb ik het gevoel, dikke miserie voor de koppels. Ja. De verleiders <laughs> daarentegen, dat zijn degene ja, ja. en hij was een verleider, ja. die er gewoon een dikke vakantie kreeg, en denkt, ja. als ik nog kan scoren met die vrouw, dan is het nog beter. Maar, maar voor die, ach, dat, dat je daar als koppel aan meedoet, dat vind ik heel raar. Ja. Dan, dan snap ik het echt niet meer na al die jaren dat je dat. Nee, nee, het is dat wat ik bedoel. Hè. Natuurlijk, inderdaad, ik had niet bij die vrijgezellen vrijgezelle, uh, stilgestaan. Ja, dat is eigenlijk gewoon een goed betaalde, plezante opdracht. Als ja. je voor jezelf het niet erg vindt om, om op die manier in de aandacht te komen. Mm -hmm. Maar voor de anderen die, die het echt. Zien als een de ultieme relatietest denk je ja, nee, het is de ultieme vernedering als koppel ja. uh, maar goed ja kijk is dat ja. een beetje de nachtmedie van Philo dan is dat omdat hem zo verbitterd door ja. was op het einde dat zal hem niet vrolijk maar goed ja dat zal hem zeker niet mocht de geest van Philo dat zien dat zal hem niet vrolijk van worden maar bon. want wat was eigenlijk de, de moeder van, van al dat soort reality is dat, is dat de real world in, op MTV Goh. Oh, goeie vraag ja dat is wel dat dat het is... eerste dat ik, ik zo ervaar dat de heet het ik, toch niet de real world, world. world ja ja, ja. Maar wat hij wel had, dat was een verschil met um, Big Brother. Dat was een soort. Uh, ten eerste, die moesten niet in dat huis blijven zitten, want die gingen ook nog andere dingen doen. Mm -hmm. En dat waren ook allemaal mensen die ze echt uitkozen omdat die een interessante activiteit hadden. Ah, ja, ja. En er was een countryzanger bij, ja. er was een stand-up comedian bij, er was ja. een danseres bij. Was... En die hadden altijd ook wel een uh, redelijk succesvolle carrière. Dus die waren, niet, hè, die waren nog niet wereldberoemd, maar je merkte wel een aantal ervan. Ik denk dat zelfs één ervan een, een topmodel geworden is als man. En die later nog een programma heeft gepresenteerd op oh, MTV. Ja. Eric Nies heette die kerel, als ik me niet vergis. King. Dat was een van de originele bewoners van de... Maar daar, er gebeurde wel van dat real-world-drama in. Ja, ja. Zo, en dat waren zo dingen die, die wel, wel interessant waren, maar... Dat was nog niet zo dat we sluiten op in een huis ja. en we zien dat er gebeurt. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, 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 wat een grote stap is natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, ja dat's, dat's, de moeder is moeilijk om te zeggen. Dat is evolutie. Hè. Ik, ik, ik herinner mij, ik ben ooit eens een programma tegengekomen in Amerikaanse tv in de jaren zeventig. Three is a Crowd. Mm -hmm. En dat is dus, uh, wie kent de man het best? Zijn vrouw of zijn secretaresse? Oh, <laughs> dus. Ja, dus uh, in het midden ah. zit de man, geflankeerd door enerzijds vrouw en anderzijds secretaresse. En dat zijn zo ja, smerige vragen zoals: um, Ja, waar. Ja. Ah, maar je ziet het, Three is a crowd. Ja, wa wa okay. Wat vindt de man uh, het slechtste gerecht van zijn vrouw? En daar moet de secretaresse dan op antwoorden en de vrouw moet dat dan op een bordje schrijven. Dat <laughs> eindigde elke aflevering met catfight. Ah ja, die Aha. vrouwen vlogen elkaar in de haren. En dat was, ja. ja, oké, okay, jaren zeventig. De, de emancipatie was nog iets heel marginaal. Dus dat was zag daar ook van die... Dat waren allemaal van die ja, bazen te glunderen. Van, zie je, ik heb hier twee vrouwen. Hè. Ik mm -hmm. heb mijn vrouw thuis mijn vrouw op het werk. En voilà, laat ze maar vechten. Ja. Maar ja, enfin, dat is wel... Somebody pour some jello on them. <laughs> ja, inderdaad, <laughs> ja. <laughs> mijn catfights, man. <laughs> Waar is de tijd op tv? <laughs> ja, ja. En de, wat, dat, wat ik ook een hele goeie vond hè, bij u, eh, dat, dat fascineerde mij ook, dat één zinnetje, dat was uh, welk vredelievend land is om zeep geholpen ah, ja. door tv? Waar we, we, we over Dat gaat over Butaan. Oké. Okay. Ja, uh, niet het gas, hè, dus het land. Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk het... het uh, ja, we werken, ze werken daar met bruto-nationaal geluk. Hè, dat Oeh, wordt, dat okay. wordt gezien als het, het, het gelukkigste land op aarde wegens, dat allemaal boeddhisten en zo. En er was tot 1998 geen tv, omdat de gemeenschap uh, vond dat dat niet nodig was. Uh, ja, we zijn gelukkig, we hebben dat niet nodig. Maar Op een bepaald moment heeft de koning toch gezegd: Oké, okay, we laten het toe. Omdat ja, de jeugd uh, dat echt onnozel vond. Dus ze laten dat toe in 1998, wat dus nog niet zo lang geleden is. En uh, voor de komst van TV was er nauwelijks tot geen criminaliteit. TV komt en er ontstaat criminaliteit. Hoe komt dat? Uh, jonge mensen zien op, op TV stars, zien er schoon uit, rijden met schoon auto's, uh, zien een soort leven dat ze niet kenden. Maar wacht, dat kan ook mijn leven zijn. Hè? Materialisme, reclame. Dus die willen dat ook, maar dat kost geld. Hè? Kost geld voor u, voor er goed uit te zien, voor een dure auto te hebben. En dat geld hebben ze niet, dus gaan die dealen of, of gaan die zich prostitueren. En voilà. Dat is, dus TV heeft echt een hele hoop miserie in gaan gestoken in Butaan. En heb je het gevoel dat dat, dat hier ook gedaan heeft? Uh, maar, uh, zo extreem niet. Maar dus wat dat wel gedaan heeft, is effectief. Allee, dat is een van de problemen van deze tijd, uh, zonder daar al te uh, uh, zwaar in te willen zijn. Maar ja. Ze is zo zwaar als maar, dat je wilt, man. Oké, okay, merci. niet. <laughs> een moet broek uit, Je, doen? Niet, je moet er niet. Doe de broek uit. Lotte, <laughs> ja, ja, gaan. Ja, Godverdomme Steven van Errewegen. Ik wist dat je een donkere kent. Het wordt tijd. Ah, voilà. <laughs> nee, allez, vroeger, uh, toen de televisie nog niet bestond. Of, voor de moderne tijd. De mensen leefden op hun, op hun vierkante meter. Uh, een boer die een zoon of een dochter had. Ja, die trad er in de voetsporen van. Uh, een bakker. Zijn kinderen werden wellicht ook bakker. Ay, het, het leven was voorbestemd en speelde zich af op de vierkante meter. Hè? Het erf, het dorp. En het dorp ernaast, dat is al, dat is al buitenland. En okay, de, de trein heeft ervoor gezorgd dat de mensen ineens ontdekten van oh, er, er is nog dat is van een alles. andere uh, kant aan dit land. <laughs> ja, jongen, dat moet crazy <laughs> geweest zijn. Hè? Allee, waar eindigt dat? Eh... <laughs> uh, en dan komt ineens. Volgens cinema... sommige mensen valden nog altijd over de rand. Ja, met een NBS is die kans groot, denk ik. Als ge... Maar niet op tijd wel niet. Ja, nee, ja. ja inderdaad. Het wordt aangekondigd. Ja. Een moeilijke vertraging van. Maar ik denk, dus wat heeft TV gedaan? Ineens laten zien: wow, there's a world out there. En, en dus, uh, ja, maar ik, 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 ik zit hier, terwijl ik zou ik ook in New York kunnen zitten, en waar, waarom zie ik. Ik, ik heb een, mijn onnozel permanente. Ik wil ik eruit zien zoals, zoals uh, die mevrouw in Dallas. Of, of uh, ik wil leven zoals die gasten in Beverly Hills. Ja, dat heeft. Allee, wat, wat doe reclame? Dromen, hè? Shit, dat wil ik ook. Fuck, mijn leven kan nog beter zijn als ik, als ik dat koop. Of, of als ik mij zo kleed. Ja, dat is heel hard wat TV gedaan heeft. En wat nu uh, internet overgenomen heeft. Kijk, social media, fuck je maar, ik zit hier thuis. Een koffie drinken, ik voel me goed. Tof koffieke. Ik zit even op de social, god Ik zie daar gasten in Parijs uh, een uh, drinken. Wat zit ik hier toch thuis met een lozele koffie te doen? Terwijl er was niks mis met hier met mijn koffie te zitten. Dus ja. dat, en die dat... drinkt ook kava zo hangend met één hand aan de rand van de Nijfeltoren. Zo. Want het is ook <laughs> nog lekker spannend ja. daarbovenop. Inderdaad. Ja, ja. Ja, dus, dus dat... Al die burn-outs waar wij vandaag. Uh, last van hebben is eh, meer, meer, meer. Nog meer uit het leven halen. Schraap, schraap. Ja, tv heeft daar toch wel een grote rol in gespeeld. Dat speelt dat nog steeds. Mm. Het gevoel van, maar wacht eens. Het leven kan nog mooier zijn. Nog avontuurlijker. Ik kan een, met een nog mooiere vrouw of een nog mooiere man getrouwd zijn. Wat zit ik hier met Roger of met Anita in de zetel te doen? Als ik al die mensen op tv zie. Allee, dus daar, da, ja. Goed. Natuurlijk kunnen mensen abstractie maken van veel dingen, maar van veel dingen toch ook niet. Mm. En ik denk dat, niet dat het leven vroeger beter was, ik geloof daar ook niet in. Ik denk dat wij in een ongelofelijke tijd leven. Maar de, de tv heeft ons laten zien dat de wereld bestaat en de wereld is dus oneindig. En dat kunnen wij niet vatten, hè? het is te veel gewoon. En, en ja, dat is een gevaarlijke kant natuurlijk. Nou ja. Alleen je kunt vandaag geboren worden als boer uh, en. Binnen 20 jaar president van Amerika zijn. Je kunt dat. Als je wilt, het ligt aan nu, kun je dat doen. Ja, dat is niet gezond, hè? Mm. Uh, omdat niet iedereen moet president van Amerika zijn. Ja, ja dat is, uh, dat is uh, misschien wel het, het grootste ding, hè? Dat, je, dat er zo eigenlijk bijna, als je dat zegt, zo een ordinary life, Ja, dat wordt gezien als falen, hè? Ja, exact. Ja. So, en ja. iedereen dat niet een soort enorm status heeft bereikt, in het zijn, wat dat ze doen. Ja, die heeft dan maar, dat is een gemiste kans. Ja, voilà. Zo, ja. Terwijl dat je ook zeker merkt uh, bij heel veel van die mensen die dat wel allemaal bereiken, dat die niet noodzakelijk gelukkiger zijn. Nee, nee in tegendeel. En, en de extreme alsmaar meer opzoeken om, om ja, zoals, in, in, in elke, zoals in drugs of in drank: van ja, maar ik heb niet meer genoeg met dit, dus hup, volgende stap. Uh, ja, ja dat is crazy, ja. Ja. En wat moet ik mij voorstellen? Want ik denk Eddie, de droom van, van Philo is natuurlijk gekomen van een soort, hè, je zegt dat ook, jongensdroom. Iets dat je als jong gastje al wou doen. Op een podium staan en toch praten over tv. Hoe, hoe zag je jeugd eruit? Worden jij de ene dat enorm veel voor de tv hing? Waar uw ouders van zeiden, in godsnaam, doe die ziet. <laughs> Jazeker. Maar het is dus natuurlijk, uh, kun je dat niet vergelijken met, met vandaag? Allee, je kunt nu op elk moment van de dag en de nacht alles bekijken. Ik kom echt nog uit een tijd dat je zo een kwartier voor dat begon al voor tv zat. Hè? Dat was zo'n mm -hmm. aftelklok. Hij ja. wat dat ook niet erg. Hè? En dan, dan was er eerst nog vijf minuten zenderopening en dan nog tien minuten omroeper. En alleen tegen dat moest je al gaan slapen. Maar ik zat heel veel voor tv. En, en dat is echt de periode, de periode ook van de videotheek. En, en dus de, de, de actiefilms ineens, hè? generatie Schwarzenegger en Stallone. Dus dat is de periode van het grote debat. Oeh, de beeldcultuur wat doet dat met onze jeugd? Hè? Gaan we daar niet allemaal moordenaars van maken? Dat is echt, mm -hmm. dat, is, dat is onze generatie. Hè? Ik herinner me de vele debatten op school en zo van die mensen die kwamen spreken over toch niet te veel uh, televisie kijken en, en, uh, en niet naar geweld kijken. Ik herinner me echt een cursus waarin dus een man uitlegde wat het verschil is tussen geweld op tv en in het echt. En er was een analyse van een, een vechtscène met Chuck Norris. <laughs> En dus, allee, uiteraard, de scène er compleet over is. Maar dus, dat was een dokter die dus uitlegde: van, Dit kan niet. En dus, toen hij zich als een <laughs> Chuck Norris die een, een kop geeft en dan zo echt tegen uh, een haak aan de muur hangt. En die wordt dan gespiesd. Ja, dit kan. Uh, medisch gezien klopt dit niet. Want, en dan begon hij over fracturen en wat is het allemaal. En dan je zit je, ja, maar gast, allee, ik heb wel door dat dit. Uh, ...fake is ja, en dat ja. dit niet kan. En ja. het is niet dat ik daardoor geïnspireerd ben en ga denken... ...ik ga mijn vader vanavond ook een keer <laughs> tegen de kapstok hangen. Allee, dat, maar die angst leefde precies in de academische kringen van... ...wat doet dat met onze jeugd? Het is heel grappig dat dat eigenlijk uh, nog redelijk actueel is... ...wat je nu allemaal vertelt. Want heel dat debat is terug op gang in Amerika over Joker, hè. Ah, Over ja, die ja. film. Ja. Leidt dat tot geweld? Leidt dat tot uh, de, copycats van, uh... de copycats van het geweld? In de... Wordt ja, dat ja. verheerlijkt? We zijn er eigenlijk nog niet uit, hè, het heel dat verhaal. Uh, mijn gevoel is twee dingen. Enerzijds, uh, het begin van ons gesprek. De mens leeft bij gratie van fantasie en verhalen. Dat is wat ons onderscheidt van de beesten. Wij kunnen ons iets inbeelden. Ja, een beest kan zich nauwelijks of niet iets inbeelden. Dat is onze kracht hè? onze fantasie. Ik, ik weet dat niet weten waarde, dat is ook zoiets dat ik altijd denk. Hebe, ah. Misschien zijn beesten mega... Ik heb twee cavia's, ik heb ja. ja, ja, het gevoel dat die ja, zich nu, niks nu, kunnen inbeelden. Nee, nee, maar dat zijn debielen hé. Cavia's ja, zijn ja. zo de... Dat is de echt, laagste, dat, ja. dat is echt... Dat is alleen maar eten ook hè? Oh. Die jagen ook op niks. Maar... Die zijn alleen maar voedsel voor andere dieren. Dat mokt ook de eraan. Ja. Dat is echt het laagste op de ladder. Die zijn chronisch in paniek. Ja. Dat is echt. <laughs> <laughs> dat is... Allee, ik heb dat dan gekocht. Romantisch als ik ben. Oh, tof, zo wat diertjes en knuffel. Die zijn echt altijd. Allee, gepasseerd. <hut, 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 die denken altijd van. Ja, ja dat instinct. Allee, die zijn niet gedomesticeerd. Maar hoeveel jaren leven die al in de living? Dat is toch. Al etelijke... ja, en je zou toch dromen met een cavia die dat al jaren bij je woont en dat je er naartoe komt om die te aaien, dat die je nu wel doorheen die je gewoon maar niet kapot maken. Maar dat, dat gaat er niet in. Nee, ja, dat zijn zo'n rare beesten man. Dat is echt compleet waardeloos een cavia. Ja, delicatessen in Peru denk ik Ja, dat die. Ja, stik je op stokjes. Ja, 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 ja is een cavia op een stok man. Dat is misschien nog het enige waar die goed voor <laughs> Ja, inderdaad. <laughs> maar, maar, dus, allez. Laten we ervan uitgaan dat wij... Allez, dus, dus we hebben ons fantasie, waardoor dat wij perfect in staat zijn om abstractie te maken van dat is niet echt. En anderzijds is er natuurlijk, uh, zullen er... Uh, de, kijk, er moet maar één moordenaar zijn die zegt, ja, maar ik heb naar die film gekeken, dat heeft mij geïnspireerd, en voilà, die film is een probleem. Ja, allez, dat is toch echt een grote veralgemening. Ja. Ik had er hoe heette die kerel nu weer die oh, geschoten had op uh, Ronald Reagan? Je had dat gedaan ja. om... Dat ja. was niet... Nee. Chapman was die dat ding... Nee, dat was John geschoten. Lennon. John Lennon, he. Lennon hè. Hoe heette ja. die kerel nou weer? Dat is zo'n gast die, die een, een aanslag gedaan op Ronald Reagan. En die was eigenlijk geïnspireerd door Taxi Driver. En die deed dat omdat hij Jodie Foster wou versieren. Het was, ja, dat was echt heel extreem raar. Waar dat, hoe heette die? Hij, John Hinckley. John Hinckley Jr., ja. Je dus, uh, was dus heel geïnspireerd door Taxi Driver en je dacht, oh ja, hè, zo, dan wordt Jodie Foster verliefd op mij als ik dat doe. Dus ja. Die was, maar ja, laten ja. we eerlijk zijn, dat zijn meestal niet de meest mentaal stabiele mensen waar dat we het dan over hebben. Hè. Voilà, en, en laat ons er ook van uitgaan dat, dat die in de minderheid zijn, dus het veralgemene van het effect van films of geweld in films op... Dat lijkt me toch crazy. Alleen, mm -hmm. ik vind The Joker een fenomenale film, omdat dat gewoon gaat over wat doet isolement met een mens. En wat doet dat als je door de maatschappij wordt weggeduwd? Daar gaat die film over. Mm -hmm. en, en het is een, een doorgedreven. Uh, het, 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 wat die wordt, is een, 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 is, is een doorgedreven gevoel van. Ik ben hier zo gelijk een rat in de hoek geduwd en nu ga ik mijn plekjes opeisen. Ja. Maar wat is heeft... dat ook niet, uh, alleen niet om daar zo wat dwars te doen, maar. Als we tien als we minuten geleden zeggen het is toch raar dat er mensen zijn die Temptation Island, de, de, het gevaar er niet van snappen. Dat je dan tien minuten later zegt, ja, je kunt je toch niet voorstellen dat iemand Joker of Taxi Driver uh, realistisch neemt. Misschien moeten we gewoon... Maar, allez, zal ik het dan maar zeggen, maar ja, er zijn gewoon mensen die gewoon niet slim zijn en fucked up zijn? Ja, zeker. Dat is een letterlijk een figuurlijke dooddoener als je zegt: ja, de verantwoordelijke bij de mensen leggen, zijn mensen die volgens mij verantwoordelijkheid niet verdienen. Mm -hmm. Of denk ik nou echt. Te... Nee, dat is, niet... dat is natuurlijk een uitspraak. waar direct mensen van gaan zeggen: Ja, nee, dat kan niet. Maar er zijn inderdaad mensen, denk ik wel. waar je van denkt: Ja, die kunnen beter niet te veel verantwoordelijkheid geven. <tie> <book> <FTisters> <startled crochet> want die kunnen dat niet aan. Maar dat is natuurlijk ook weer de vraag: wie ze de gij om dat te gaan beslissen. Hè? Dat is, ik beslis dat niet, dat maar, 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 maar het... ik, zou, ik verschiet er dus ook niet van dat er mensen zijn. die, die tot zulke dingen in staat zijn. of waaruit mm -hmm. televisie. Ik ja. bedoel, ik heb al eens verteld. En gelijk kent er ongetwijfeld nog veel meer, maar iemand in mijn directe omgeving heeft thuis meegedaan. En elke keer als hij die, die week iets vervelend deed, dan moest hij het uitleggen in de GB. Ja. En heeft iemand vermoord uiteindelijk? Ja, of niet? Hier... Ja, en... ja, maar ja, ja, ja. dat is de, de, de verhaal. Hey, Linden ook ja, 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 en ook zo'n dingen. Die doen één keer ambetant ja. in die reeks en de volgende dag zat er toch een ja. oudere dame. Ik vond dat niet tof, wat ja, Dat zijn legendarische verhalen, vooral van Janine Bischops, hè, die echt klop kreeg van een vrouw met een chacos, omdat die zoiets had van ga je het, godverdomme, dat Frank bedrogen, ga je ja, ja. wijf... Ja, maar even serieus, ja. wie is ja. die vrouw? Ja, die vrouw ja. gaat ook naar de winkel, die vrouw ook een bankrekening, die vrouw gaat ook stemmen, die vrouw heeft ook kinderen, kleinkinderen. Mm -hmm. Tof, er zullen mensen die graag zien, maar toch doet hij dat. Gewoon dan hopen dat hij die, dat, die dat niet meent? Of kunnen wij ook eens gewoon zeggen dat tv voor zo'n mensen niet is wat tv voor ons is? Mm -hmm. Tuurlijk, maar ja, kijk, dat, is, um, dat gaat dan niet alleen over tv, hè. Dat, is, dat gaat ook over boeken of alleen. Hoe dat binnenkomt bij mensen, ja, dat is heel verschillend, hè. En, en hoe extremer de persoonlijkheid, misschien hoe extremer dat ze het binnenpakken, maar ja... Uh, God heeft zijn getal, hè. Er moet van elk <laughs> één schepsel op aarde moet bestaan, dus voilà, ja. En het is natuurlijk ook, wat, wat daar ook heel gevaarlijk aan is, is als je daar op voorhand rekening mee moet gaan houden, hè, ik kan dat ook uh, even doortrekken naar mezelf als komiekse. Waar kun je mee lachen, waar mee niet? Ja. Wie gaat er beledigd worden, wie niet? Wie gaat de, de foute dingen die jij zegt letterlijk opvatten en ja. denken dat dat oké okay is of dat je dat goed praat? Ja, er is ook een bepaald moment dat je dat moet loslaten. Hè? Dat je moet kunnen zeggen: ja, wij moeten iets kunnen creëren dat we willen maken. En we kunnen ook niet altijd verantwoordelijk zijn voor de gevolgen daarvan. Een je vooral aan alle twee: omdat je alle twee creëert of maakt, is dat buikgevoel? Of is dat. Is dat ja, als je een programma maakt, of je doet. Hey, bij u weet ik het, je gaat een één project. Je, van nu gewoon ja, een uit, je hebt een talkshow. Dat is een dan. MV, hè? Dus ja, ja. Daar is iets, echt, ja. een camion. Ja. ja, maar ja, wie, wie, wie bepaalt dat? Hey, zo, we hebben onlangs een film gezien. Uh, en daar werd de, hey, de zwarte medemens nog genoemd. Hey, Zoals ze hem uh, zeven weken geleden genoemd weer. Heb je me niet van spreken. Ja, ja. <laughs> dat is al zo lang Lank geleden, geleden, geleden <laughs> jongens. <laughs> ja. Ja. Maar, en dat was echt zo. oh. En dan vroeg ik me ook direct af: hoe komt dat dat ineens? Is dat daar? Ja, mm -hmm. ja het is moeilijk, denk ik. Ja, ja, ja. veranderende tijd. Als je een tv-programma nee. maakt, is dat iets waar je. Je kunt er bijvoorbeeld ook zien dat dat, ineens, dat je bijvoorbeeld puur op basis van het, van het taalgebruik kunt zeggen dat, dat je dat is van die periode. Oh ja, uh, ja, tuurlijk. Ja. Normen en waarden dat vind ik zo tof aan, aan uh, alles van mijn entertainment, nostalgie te maken, heeft gevoeld direct. Ah, zeker aan, aan Genres was science fiction en fantasy, van waar de mensen toen van wakker lagen. Hè? De, mm -hmm. de jaren 50, de nucleaire dreiging, grote insecten. Ja, dat, dat is heel tof. En, en dat is ook het, 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 het relatieve van. Oh, kijk eens naar die Universal Monsters in de jaren 30. De mensen liepen schreeuwend buiten. En nu is dat bijna ontroerend om, om naar Frankenstein te kijken van toen. Dus ja, dat, zeker alleen denk ik, om, om, om terug te keren op waar we voor bezig waren. Uh, uh, we leven nu in een tijd waarin. Nu alles eerst afgetoetst moet worden om zeker te zijn dat je niet gesued wordt bij manier van spreken. Ja, Zo, ja, ja, ja. Van, ja, we mogen die en die en die niet schofferen, maar dan maakt er niks. Hè? Ik denk effectief, zoals gezegd, je, je moet gewoon maken wat je denkt dat je moet maken. En nadien zal er altijd wel wat collateral damage zijn, maar je hebt het dan wel gemaakt en, en de rest volgt wel van. Ah, kijk is tof wat, wat je gemaakt hebt. Ja. Maar, ik... Ja, je moet het ook zo bezien, denk ik, dat die vrouw die slaagt met die, met die handtas op, uh, op Jenny, die, <laughs> um, die bestaan. Hè? Maar dat is niet, die krijgt niet 500 handtassen tegen een kop elke dag. Dus er zijn er wel altijd bij waar je van denkt: ja, hier is het wel moeilijk. Of je, je hebt gewoon een, een, een bepaald segment van de bevolking. En dat klinkt ook weer heel fout, alsof je die zo allemaal overheen een kamgos en dat ze allemaal domkoppen en zo. Dat is nee, nee. niet gezegd, maar die hebben misschien een enorm levendige fantasie of die hebben een soort grens niet tussen, mm -hmm. tussen fictie en, en feiten of zo, waar niet noodzakelijk met intelligentie te maken heeft, misschien, maar met inleving of die zijn er mm -hmm. zo hard mee bezig dat die, dat die daarin meegaan. En natuurlijk, ja, als, je, als je iets gaat maken en je hebt schrik. Van dat mogen we niet meemaken met dat programma. Ja, dan heb je 100% gelijk. Ja, dat makte hele vlakke nonsens. Hè. Ja. Ik vind dat ook wel zo, als het puur gaat over presentators, waar we net te binnen schoot, uh, een geweldige reeks. Ik denk dat het jaren negentig was. Dat was, oh, wie heet weer, is dat Maurice de Wilde over de Verenigde ah. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> uh, nu niet per se over dat programma, ja. maar daar hadden wel een presentator. Je wordt stil in je huiskamer, ja, ja. want je wou niet dat je door had dat jij aan het praten wordt. Ja, ja. Zo, dat zie ik tegenwoordig ook niet meer nee, nee, nee. Zegt u dat iets, Maurice de Wilde? Nee, maar vertel uh, Ja, dat was eigenlijk een soort uh, Ja, de, de, ja de, die werd de pitbull van de Vlaamse pers genoemd Hij was een oerdelijke journalist van de BRT Echt zo de, de oude stiel uh, Rechtvaardigheid, objectiviteit mm -hmm. uh, die, die, Ja, die was objectiever dan, dan de natuur zelf <laughs> uh, en, en, um... Objectief op een manier waarop God het nooit geweest is <laughs> ja. All right, voilà, ja, oké. Okay, dus, cool. um, uh, schoonvader van Bert de Graven, trouwens. Echt? Okay. Ja. All maar right. dus die, die man maakte in de jaren tachtig. Moet, uh, moet leuk binnenkomen gewissen als je daar de dochter uh, komt halen. Ja, ik denk als je <laughs> approved by Maurice <laughs> waard, dan waren ze sowieso heel goed. Maar die maakte in de jaren tachtig een reeks over uh, enerzijds verzetstrijders, anderzijds de collaboratie. Dus mm -hmm. die ging echt bij oud in de living zeggen. Jij hebt het gedaan, hè? Ja, ja. En dus je ziet die mannen daar zitten van, dat is niet waar. Ja. En, dus, en hij bleef, en dat is inderdaad vandaag ondenkbaar, hij bleef doorgaan tot wanneer dat gij brak en zei: Ja, ik heb het gedaan. Zelf, de snoots had het niet gedaan, hè? Mm. Maar je ging zeggen: Je hebt het gedaan. Oké. Okay en ja die... Beetje de Guantanamo Bay van de tv van vroeger ja, <laughs> Hij eigenlijk het wel verbaal bij bij, bij, bij gewoon dat was niet verbaal. waterboarden maar dan niet dan niet nee, nee, helemaal <laughs> maar, ja. maar dus, had, het zat hem natuurlijk vooral in zijn stijl dat was echt mm -hmm. zo ja, ja soort heel ja. streng ja ongelooflijk streng ja. maar dat vertrok vanuit en dat was het schoon aan die mensen die had een ongelooflijk rechtvaardigheidsgevoel ja. Er bestaat bijvoorbeeld een fantastisch fragment op de, de Gentse feesten begin jaren 90, een debat over televisie, uh, over journalistiek en de plicht van de journalist. En uh, dat is een debat tussen hem en Paul Jambers. En Jambers was toen overgestapt van VRT naar VTM, om het legendarische Jambers te maken. Mm -hmm. hè, met, met de... Ja, ook daar de reeks God heeft zijn getal. Uit, ja, uh, ja, ja, ja. Uit hoeken van de samenleving. Ja. En daar uh, echt... Scheldt Maurice Paul uit voor het vuil van de straat? Van je bent een journalist en je verlaagt u tot dat soort praktijken. Dus, dat was een mens, ja, de, de, ja, beetje de, de patroonheilige van de objectieve journalist, die wiens taak het is om de, uh, ja, het fouten in de wereld aan te kaarten. Ja. Dat was dat soort mens. Maar zijn stijl vandaag ondenkbaar. Mm -hmm. En spijtig, omdat we wel in een tijd leven dat dat misschien wel nodig zou zijn. Dat de, de, de grof gebektheid waarmee sommige leiders uh, communiceren ontbreekt aan een andere kant. Ja, ja omdat je, omdat je de, inderdaad wat, wat je zegt, omdat je daar nu over vertelt, en ik heb de man zelf nooit meegemaakt in zijn, in zijn glorie, maar ik kan me wel inbeelden dat bij sommige politici nu denk ik, manneke, mannetjes, een beetje tegenwind alsjeblieft. Waar, ik, ja. die, kan die dat echt maar zeggen, ja. zonder dat iemand zegt... Hè, Jij hebt het gedaan. Hè. <laughs> ja, ja, ja. Dat je zo, dat je zo ene moet hebben, zo. Want uh, ja, dat, 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 dat voel ik ook wel zo met journalistiek. Dat was zo. Eigenlijk was dat een mooi, nobel beroep. Hè? Er is een periode geweest waarin dat je echt voelde van die mensen hadden ook echt iets iets bij te dragen ja. aan de maatschappij. Die, die maakten niet alleen de debatvervuiling maar groter. Door, er maar mee, eh, door eigenlijk alleen maar te kiezen voor bijna sensatie en clickbait en mm -hmm. eh, zo, de, Alleen de titel is interessant om dat artikel. Ja. En vanaf dat je het leest, denkt het this is a bunch of shit. De, het is het spookhuis op, op, op de kermis hè. van buiten, oh geweldig, hier koop ik je een kaart en je binnen en het is al voorbij. Dat is dat gevoel dat, is dat ik altijd heb als je op iets klikt. Ja, Zo'n glazen kast met een papier, maché, doodskop zo. Ja, ja, ja. Wat? Ah. Het beloofde zoveel Ja, ons. maar echt, al die hebben dan, ja, ja. onlangs nog eens meegemaakt. Echt top van buiten met zo'n monsters en. En, uh, m, en je komt binnen en het is niks. Oh, dat is zo ontgoochelie. <laughs> maar goed, dus dat is, dat is hetzelfde als wat jij zegt: van je klikt ergens op en, en het, het is niks. Mm -hmm. well. Maar mm. ja, zo de, de, ik denk dat ze gaat in de markt, hè, de journalist, die, die, ja, de pitbull. En ik denk dat politici daar. graag dat, gaat, gaat dat nog nu? Denk, ik, ik, ik vind op Radio 1, ik heb ze al dikwijls vernoemd, het lijkt alsof ik er benauwd vervoel, uh, Ruud Joos op uh, Radio 1. Ja, ja. Maar die, wat is dat met u en Ruud Er is Joos. niks met mij ik heb Ruud Joos nog nooit ja. gezien, maar als je Ruud, Ruud Joos, als je die bezig hoort, dat vind ik al van het beste als het gaat over betaand doen tegen een politicus. Ja natuurlijk is radio, ze ja. he? natuurlijk het voordeel dat ze, want ik denk dat radio op dat vlak makkelijker is. Dat, Als je, vermoed ja. dat je tv moet doen, dat je ook nog eens met je lichaam, staal of zo moet ja. bezig zijn. Maar dat vind ik... Als je zo iemand zou kunnen vinden op televisie... Ja, we hebben het zoiets over Vara had ook wel een beetje, vond ja. ik. Die had wel een soort autoriteit waarmee hij ja. tegen ja. iemand kon beginnen. Dat je denkt, oh, hier gaan we niet te veel... Die had ook een uh, heel goed uiterlijk. Ja, he. ja. Streng, ja. hè. Die ziet ja. er streng uit. En dat werd aanvaard door ja. de politici. Die ja, aanvaarden ja, ja. ah, ja, dat ze zo is. Maar ja, die is ook heel intelligent. Ik ah, ja, ja. bedoel, dat is, dat, je moet natuurlijk ook mensen hebben die, wat je van merkt, die gaat u ook pakken op uw flauwekul. Ja. Hey, zo, niet iemand waar je, als je erover kunt walsen, dan heb je er sowieso al geen respect meer voor. Hè? En dat is natuurlijk het moeilijke vandaag. Alles moet zo snel gaan. Je moet echt dossierkennis hebben om een goed gesprek te kunnen leiden. Mm -hmm. En ja, het is moeilijk hè, vandaag. Het moet, moet vooruit gaan, terugblikken. Over iets babbelen van drie weken geleden. Ja, dat is vandaag over de middeleeuwen babbelen. Dus dat is ook moeilijk. Ja. Maar het is ook om bijvoorbeeld Maurice de Wilde. Niet per se over hem, maar dat is, ook, is dat ook veranderd nu? Maurice de Wilde associeerde precies alleen met dat. Mm -hmm. Eigenlijk dat je je robje alleen met film... Ja, uh, de expert. De expert, de, ja, ja. Nu, nu ja. heb ik precies een indruk, maar dat is indruk. Dus dat kan ook compleet fout zijn, dat mensen meer dingen doen, waardoor dan natuurlijk de gravitas van in één... Voor één ding bekend is en dat dat wel weg is. Ja. Ja. De specialist, is die verdwenen op televisie? Ik denk voor een stuk wel, omdat dat natuurlijk... Ja, dat, dat komt zo uit een tijd van... Wij gaan u een keer zeggen hoe dat moet, hè. Mm -hmm. Dus, dus, dus dat, dat zit nog wel wat. De VRT heeft een aantal experts. Hè, expert buitenland of, of euh, seksualiteit na middernacht. Allee, mm -hmm. euh, maar, 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 maar ja, de mensen doelden het. Het lijkt inderdaad dat je vandaag van alle markten thuis moet zijn. Hè. Ik ken daar wat van en daar wat van. Terwijl eigenlijk, ja, er is niet zo deugd als naar iemand luistert die echt heel veel weet over iets. Mm -hmm. Er was een hele goede leraar. Ja, dan hangt dat aan die. Uh, zijn lippen. Mm -hmm. Maar dat, ja, op tv, ja. Het is overal een beetje. Hè. Ja, het, het, heeft natuurlijk, het heeft niet te maken met, met de cap, het, het uh, talent van die mensen, maar wel met de tijd die je krijgt om iets te vertellen krijgt gewoon weinig tijd meer op tv om iets te vertellen. Hè? Daarvoor zijn wij er. Hè. En dat is tof. Ja, dat, is later. Het, dat is het ja. gat in de Marta-podcast ja. dat heeft ingevuld. was hè, dat beetje. maar als je in de jaren tachtig had, mm -hmm. een politicus bijvoorbeeld meer tijd om zijn verhaal tuurlijk te vertellen? Wel, tuurlijk ja, tuurlijk. wel. Ik kan het me niet meer gewoon herinneren. De programma's waren veel trager vroeger, ja. hè, man. Want dat dat merkte toch ook als je zo zeker jij, hè, want jij bent, want je zit eigenlijk een beetje jij een archivaris. Hè. <laughs> ja, maar laten we weerlijk zijn. Ja, ja, dat is waar. Ja. ja. ja en het merkte dat ook niet dat als je Zeker. er naar kijkt dat je denkt van wauw man dat tempo van dingen maar zo de zevende dag bestaat nog altijd nu zijn dat gesprekken van ja tien minuten max dat is al een lang gesprek toen waren dat Wilfried Martens is de gast voor twee uur hè? en die praat twee uur en dat is ook deugddoend om heel lang naar iemand te luisteren want dan kan iemand ook echt eens genuanceerd vertellen waarom hij iets doet of niet doet en dat, dat, dat is vandaag we leven in een tijd Quote, zeg één sectie zin en, en dan hebben we het. En dat is dus het probleem vandaag. Als die zin ook maar ietsje ja, naar iets stinkt. dat die helemaal niet just is, dan ontploft dat nog eens online. want die heeft dat gezegd en, en, en de context ontbreekt. Dus ja, dat is waar de wereld vandaag compleet door in de war is. Hè? Door altijd maar zo slogans en quotes. Hè? De mensen zijn allemaal quote-machines. Mm -hmm. Probeer het in één zin te zeggen. Voilà, hop, paf. Ja, sommige dingen krijg je gewoon niet uitgelegd in een quote. Hè. Nee, humor is een meme of een gif, of een ene goede zin op Twitter. En dan denk je, ja, ja dat is kijkool, hè. Als je Dat is ook een kunst, dat moet ook kunnen. Want ik vind dat ook. Ik, ik heb ook een soort respect voor de economie van ene zin. Hè. Als je zoiets heel goed kunt uitleggen ja, ja. in ene ja. zin, is dat fantastisch. Maar tegelijkertijd, ja, context moeten dan niet meer gaan verwachten. Hè? Dan, gaan er, dan gaan er ook wel andere dingen verloren. Als dat ja. de enige manier is waarop je communiceert. Wat ja. ik wel grappig vond, was dat ik ooit zo een, een stuk zag in, uh, in, in uh, de jaren stilletjes. Dat je zo dingen liet zien. Of, was het, of het kan ook in dingen geweest zijn. Uh, ik heb van alles door elkaar zitten kijken, een minuut, van algemeen nut. Of? Maar dat waren die, die filmpjes, dat je zo de zevende dag, wat de voorloper ervan. Hè, dat die er allemaal zitten, iedereen met een nasbak, ah, ja, allemaal ja, ja, ja. aan het roken. Dat je zo, hè, die dingen dat je vroeger zag op tv, vooral dat stuk over een motocross. Hè, dan hadden ze zo'n sigaretten ah, ja, ja. voor ja. sporters. Ja, ja, sprint, hè, de sigaret voor de ah. sporter. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, dat is, ja. Roken is natuurlijk een, een, een zeer dankbaar onderwerp. Uh, allee, daar is het archief zeer dankbaar voor, omdat er werd overal gerookt. Mm. In het ziekenhuis, hè, tijdens. Allee, bijna tijdens een bevalling, hè, mm. werd er gerookt. Wat een fragment van een dokter uh, die een hoogzwanger koppel te gast heeft en de man vraagt twee dingen. Dokter, mijn vrouw moet, allee, is vaak misselijk, ze moet daar ook vaak door braken. Is dat allemaal werkelijk nodig? He, zo van, mijn vrouw is zwanger, het is, al, het is al erg genoeg. Het is al, het is al lastig genoeg. <laughs> ja, dat moet ze nog een keer overgeven ook. <laughs> uh, en terwijl is hij, is hij aan het roken en dus vragen ze ook aan een dokter dat roken tijdens de zwangerschap. Hè, dat, want ik spreek over midden jaren zestig. Ja, er wordt hier allee, in zo de meest extreme uithoeken van de wetenschap. Werd er wel eens gefluisterd voorzichtig van. Het zou niet altijd even goed voor de gezondheid kunnen zijn. Nee, 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 dat is niet waar. En dus toen was uh, de filosofie. Vier sigaretten per dag, geen enkel probleem. Ja. Vanaf de vijfde, oh, 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 opgepast. Ja. Ja. Dus ja, voilà. Bij, bij zwangerschap bedoel ik. Hè? Ja, ja, ja. ja. Dus niet, uh, ja. Ja, want bij het gewone leven was het zes of zoiets, maar dan moet, moet er van de zevende af blijven. Ja, even van uw hart een steen maken tijdens ja. de zwangerschap, moeten we minder roken. Maar geen, enke, geen gevaar. De enige uh, bijwerking was blijkbaar of, uh, kleinere baby's. Ja, ja. Door, door de, het roken. Ja, inderdaad. Dus iets dat ik nog te horen heb gekregen toen uh, mijn vrouw zwanger was: ja. Ja, van, van mijn dochter is nu elf. En uh, dat was zo een... een uh, ik weet dat wij op controle gingen bij de gynaecoloog. Mijn vrouw is uh, heel slecht in stoppen met roken. Nu veept hij al twee jaar, dus dat ja. is eigenlijk beter. Maar die heeft gewoon de ene verslaving vervangen door de, de andere. andere. Maar die heeft tijdens de zwangerschap die niet gestopt met roken. Die ja. rookte minder, hè, veel minder wel, maar die deed dat nog altijd wel. En dan gingen we zo op controle en hij zei de dokter, ja, die is wel een kleintje. En toen weet ik dat hij zo'n mega crash kreeg. Van, oh nee, dat is door dat roken. En dan werd hij zo helemaal. Dus dat, idee, ook... dat ja, idee, ja. idee leefde nog wel. Denk ja, ja, ik, ja, dat cliché door dat, nog soort, door dat soort programma's of dat soort kijk erop. Ja, 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 ik ja. denk dat je dat vandaag de dag nog altijd niet kunt zeggen. Mm, ik, ah, weet je, dat, ik weet dat ook niet. Je hebt nee, dat, nee, nu, je nee. dat nu gezegd, nee. moet je, ja. je wel met je zeggen. Wat? Ja, zeker. Dat is, uh, zeker. Maar rookt uw dochter? Nee, nee, nee. Ah, nee, nee, nee. En ik, ik denk ook niet dat ze het gaat doen. Je nee. weet dat niet, die is natuurlijk elf jaar. Maar de, je, je merkt wel, denk ik, met roken. Voelde toch wel dat er zo in de, bij de jongere mensen. dat dat toch minder appeal heeft. Dan dat dat zo, ja. Ze horen toch veel meer dat het echt slecht is. Ja, ja, ja. Heb ja. ik het gevoel. <hums> Wij moeten ons meer zorgen maken over wat voor party drugs dat hij gaat pakken. wanneer ja. dat hij weg gaat, <laughs> dan roken, denk ja. ik. Ai, als, als ik dat gevoel heb. Dat zo de, de helft van jongeren op MDMA of zo zitten. of dat soort dingen. dat zijn ja. eerder de dingen waar, waar wij voor gewoon moeten oppassen, ja. denk ik. Awel, als we dan. Uh, als ze binnen 40 jaar. naar de beelden van vandaag gaan kijken. Mm -hmm. dan gaan ze daarmee lachen. Hè? Maar, oh, hoe dat ze toen over drugs of over alcohol dachten. Mm -hmm. Ja, dat is. Wat, wat wij nu mee lachen over. dat ze toen. in de ziekenhuizen rookten. dat dat vandaag ondenkbaar is. ja, dat gaat binnen 40 jaar. Gaan ze dat crazy vinden dat wij in het weekend een fles wijn leeg, leeg knallen? Hè? Mm -hmm. dat, ay, ja. ja, denk dat? Ik, ik vraag me dat af, misschien wel en aan een andere kant, ja. Maar gaan wij dan zo evolueren naar een maatschappij waar wij gewoon thuis met een thee zo aan de tafel zitten en zeggen... Hoh! Oh, die gekke die gekke jeugd van vroeger, <laughs> wat die allemaal deden, die gingen naar buiten. Zo, ik weet wij het. klonken nog op nieuwjaar vroeger. Ja, Ofwel zitten wij <laughs> allemaal in een virtual reality bril, elk op een ander planeet, zo ja, niet ja. nie meer met elkaar te communiceren. Dat vraag ik me ook af, man, waar, waar dat dan naar toe gaat? Ja, ik ook. Ik, ik was zo vorig jaar naar de uh, de Smurfen tentoonstelling geweest. In Brussel. Sorry, dus zat er ga ja, ik te Ja, ik En het was niet goed. Echt, ja. oh, ik was heel ontgoocheld. Okay. Heel duur en heel ontgoocheld. Maar die tour eindigde me. Um, ja, uh, een VR, bril die ik kon opzetten. En dan zat er zo op die vogel waar de smurf van ook op zitten in de begin generiek. Cool. Maar dus ik kom die zaal binnen en je ziet dus twintig rijen van mensen naast elkaar zitten. Die, het is daar muis stil en die hebben allemaal een bril op. En dat was echt akelig. Mm. Omdat die zitten allemaal in dezelfde ruimte en niemand connecteert. Als je aan de ja. cinema gaat of naar een concert of allee, zelf in je living, met twee of met je kinderen. Ja, er is toch ergens connectie als je naar iets kijkt. Ja. Daar niet, dat vond ik echt crazy. Ja. Ik vond dat echt een heel cool, raar beeld. Pas op, die beleving was top, hè. Mm -hmm. VR, die ja. vr is stoppen, dat, dat is fantastisch. Allee, ik kijk uit naar wat dat allemaal nog gaat doen, maar... Ik... Als je dat ziet, als je zo'n spelletjes speelt of zo. Hè? Ik heb ook zo'n VR-ding thuis voor de PlayStation. En dan zit ik hier ook zo bij mee te spelen. Ik doe dat niet zo vaak. Maar je hebt zo moment, als dat nieuw is, doe je dat veel. En daarna ja. denk je: oh ja. Hè? Maar wat dat wel heeft, is. Als je zo denkt wat dat potentieel is. Of dat, wat ze ook zeggen, bijvoorbeeld over hè, films maken. Zodat dat meer en meer interactief <laughs> zou gaan worden. Dat je letterlijk uh, ergens gaat zitten en je zit in die film. Of ja. je speelt echt de hoofdrol in die film. Ja, dat is iets dat mij nog altijd wel... Daar kan ik zo toch... Niet alleen de gevaren, maar ook soms de romantiek wel van inzien. Oh, stel de voor dat ik tuurlijk. Indiana Jones of dat je maar zo... Tuurlijk. Maar is dat, dat ook, ook zo... niet dan, wat je er straks zei, ik zeg, je moet mee, ik kan niet wachten. Maar aan de andere kant, wat je zei, ik mis de fantasie, mis het escapisme. Ja, de verbeelding wordt dan de realiteit. He. Ja, mm -hmm. maar pas op, dat is... Of, of denk je dat er nog een dimensie is dat dan dat, dat de mens altijd gaat zoeken naar hetgeen dat er niet is. Dat denk ik wel, ja. ja. Allee, dat en, mag ik toch hopen. En VR, allee, das, elke nieuwe technologie is een prachtig begin van een hele hoop plezante escapisme Dus allee, VR is daar weer de zoveelste stap in. Um, maar het zit hem bij mij puur in, en dat klinkt heel oldschool, ja, dat beeld van die ruimte van zo'n twintig rijen mensen, muisstil, die zo niet met elkaar... Terwijl die allemaal hetzelfde aan het zien zijn eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En toch connecteer je niet. En tot nader tegenwoordig ik ga graag naar de film... En naar een concert, juist omdat ik het gevoel van, we zijn hier allemaal samen, we voelen allemaal hetzelfde op hetzelfde moment. Mm. Dat vind ik wel heel tof. Ja. Dat is iets, dat is iets wat bij mij die Marvel-films nog teweeg gebracht hebben. He? Ik, ik, ik weet nog dat wij zo, kijk, ik ben een paar keer nog zo van die avant-premières geweest ervan, en dan zitten met de uber-nerds, degenen ja. die dat er allemaal willen zijn. Ja. En als er dan zo iets gebeurt in je film, waardoor heel de zaal in applaus uitbarst, ja, dat zijn, hey, of Star Wars had dat ook toen, de, 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 um, die eerste van de nieuwe reeks. Yeah. En na al die jaren dat dat ineens ineens komt, Han Solo met Chewbacca aan boord en je zegt Chewie, we're home. En heel de zaal doet... Yeah. <laughs> ja, dat is een zalig gevoel. Natuurlijk. Omdat je dan eigenlijk zoiets hebt van, ja, deze hebben we allemaal gemeen of dat bindt ons ja, voor een of andere reden. Ja, ja. Hadden jij daarmee iets? Dat je jonger wordt van films, dat je zegt: deze is voor mij zo'n film dat we altijd opzetten, of dat, dat zit echt in mijn DNA? zo? Ja, ja dat is uh, E.T. en The Neverending Story. Och. dat zijn de, de twee. En ik denk: Neverending Story nog iets keer meer dan. E.T. E. was super ontroerend, want The Neverending Story dat drukte al mijn knoppen in. Allee, mm -hmm. dat, is, allee, dat verhaal is zo slim, hè? Gast die gepest wordt, hup. De romantiek van een boek vinden en, en daarin gaan. En dan de fantasie die moet gered worden. Ja, dat is. 200% met een shizzle. <laughs> ja, ja, ja. ja. Goeie boek ook. Michael Ende, dat is een Dutch boek. Ik heb hem nooit gelezen. Eigenlijk. Ja. Dat is een dutzen, want eigenlijk is de eerste film, de Neverending Stories, maar de helft van een boek. Want daarna gaat Bastiaan zelf in de boek en wordt hem de held. Oké, Dus er is ook een tweede deel van gemaakt, denk ik. Ik denk dat er een Neverending er, Story 2 is, of 3. Ja, 3 en ik heb nooit naar die andere twee durven kijken. Ik, ik kijk, heb dat ook het... nooit gedaan. Okay, ik heb ah, ja. ook alleen de eerste maar gezien. Ah, ja, ja, ja. Maar ja. ik weet nog zo, die, die een draak is, dat ja. een hond eigenlijk. Een vliegende hond. Ja, ja. Want ik dacht ook altijd, ja, it's a dragon. Ik dacht, dat is een hond. En in het boek is, is, is het echt een, een draak. Een draak. Als je de tekeningen oh. ziet wel, ja. Okay, dus, ah, want ah, ja, ja. die zijn ook geïllustreerd. En het grappige was dat als, als, als het hoofdpersonage, uh, Bastiaan, als, die, um, als het over hem gaat dan is dat in het blauw gedrukt, denk ik. En als je hem leest in het boek, is dat in het rood gedrukt. Okay, ah, ja, ja. En op een duur gaat dat in elkaar over, waardoor dat je ineens door het ja, die zit, die zit nu echt in die fantasiewereld. Okay, ja, 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 ja. Die, is, die zit daar nu. Ah, cool. Dus dat was eigenlijk het, het, het coole eraan. Ja. Heb je de Stranger Things gezien? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Hoe goed was ja, dat ja, moment ja. dat die... Look Around, dat hij met tweeën begonnen te zingen, dat liedje van de Neverending Story. Met dat meisje, ja, dat was fantastisch. Limal was dat, geloof ik. Limal, ja, ja. Die, die, die van gast van... Ja. Kajagoogo, ja. ja. Dat was die, als een band. Goed nummer, hè? Ja. Wat hadden we nog? Wat, wat had nog van, uh, van films dat je... Wat, toen ik klein was? Ja... Um, <clears throat> ja. De tekenfilm Jan zonder vrees, dat is oh. een Vlaamse tekenfilm, ooit ja, gezien? Ja, ja, dat is hier, ja, is hier al ter sprake gekomen ja? Zelfs. Ja, ja. Fantastisch, hè? Ja, ja. wat dingen was dat, hè? hoe heet dat Het Jeff Kassiers. Kassiers, ja. 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 Heel ja. donker, maar fenomenaal. Dat... Kun, kun, ja. kun je dat nog zien nu? Ja, vinden we dat nog? Waarschijnlijk we wel... op YouTube zal dat wel Stukjes. staan. Stukjes, ja. ja. Maar, maar kun je het nog zien als in, en ik bedoel dat niet letterlijk, maar... Is het beter dat je het niet ziet? Uh, ik denk niet. Uh, ik had, maar, zoals alles, als ik het tegenkom, koop ik het dan wel om, om het te hebben. Maar ik weet niet of ik het zou durven bekijken. Ik weet het niet goed. Maar weet je wat ik daar zo goed aan vind? Uh, allee, toen uh, was dat gewoon wegens... Er was niet zo heel veel. <laughs> mm -hmm. Maar uh, ondertussen, dat, heeft, dat is zo Vlaams en donker. Mm. En uh, als we het dan daar straks over fantasie hadden... We, we hebben een soort folklore... Um, met, met, ...met donkere, mythische figuren... ...gelijk mm -hmm. uh, de bokkenrijders en, ja. en knudden en zo. De lange wapper, ja. Voilà, zo, dus al dat soort. wij ja. hebben heel veel dingen die heel donker zijn... ...waar niks mee gebeurt... Uh, ...of toch veel te weinig mee gebeurt wat betreft films of reeksen. Mm -hmm. Terwijl, da, allee, daar hoop ik... En ...misschien moet ik het dan mm -hmm. maar zelf eens doen... ...ja, daar zit veel. En, en Jan van de Vrees baat wat in, in die sfeer... ...van zo, uh, dat donkere, middeleeuwse, brutale, Antwerpse... Uh, havenleven. Zo, da, da, ja. mm. oh, dat spreekt gigantisch tot de verbeelding Ja, en ook zeker dat ze zo de bossen ingaan en dat er nog echt eh, enorm veel uh, bijgeloof was bij de mensen. Ja. He, die echt niet ge die geloofden in bosgeesten en in dat soort dingen. Maar dat vind ik dus onge. Ay, dat fascineert mij maatloos. Ja. Ik ben dus een hele grote Kerstfan. Uh, om twee redenen. Enerzijds, wegens kind van de jaren 80 en de vele kerstplaten en kerstfilms. Dus enerzijds vind ik zo de. Ik word zot. De eerste keer als ik in New York was met kerstmis en iemand zegt mij bij het buiten gaan happy holidays, ja, dan moest ik wenen, hè. Want is, dit is de kerstfilm, hè. Dat hebben wij keihard gemeen. Dat is, is heel fijn ja? dat jij ah, dat zegt, of... ja. Omdat ik, ik ook de, de neiging heb om tijdens de kerst ook dat soort donkere films te gaan zien, zo. Ah, oh, met winter ja. en met dat... dat soort dingen. Ja. Ah, wel, en het is die donkerte... Uh, kerst is ontstaan net omwille van... fuck. Uh, het is donker. Gaan we, gaat er ooit nog licht komen? Hè? Dat, dat, hoe gaan wij om met de donkerte? En dan al die wezens en al die verhalen die ontstaan zijn om enerzijds uh, de mensen bang te maken, hè? zeker in het hoge noorden. Al die, die verhalen van, van al die, die wezens die rond Kerst in de uh, bossen uh, vertoeven, gewoon om, om kinderen niet naar buiten te, uh, allee, om, om, om ze veilig uh, mm -hmm. te houden. Maar anderzijds ook om te overleven. namelijk hè, De kerstboom binnenzetten, dat was. Uh, ne, 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 hoe noemde je dat? Een groenblijver. Ja, ja, ja. ja, de spar blijft groen, tijdens is binnen. Dus oef, er is nog leven. Alsof de mensen dachten dat ze gingen doodgaan in de winter. Het was natuurlijk ook wel een steekhoud. Hè. Er, was, er, was geen, er waren geen groenten, en geen fruit en geen gewassen. Dus dat, dat, ja, dat gevoel van het is zeer donker. En in het donkerste moment van ons bestaan proberen we het plezant te maken. Dat vind ik een vrij tof spanningsveld. Ja. En daar is Kerst natuurlijk uh, ja, wel, wel het, het bekendste voorbeeld van. Uh. Wat is uw favoriete Kerstfilm? Uh, goh, dat is een moeilijke. Uh, ja, eigenlijk. Noemt er een paar ja, uh, Dat is eigenlijk wat u Allee, elk jaar bekijk. Ik dezelfde. En dat zijn uh, de uh, It's a Very Muppet uh, Christmas. Uh, Truus de Muppets. Met... Ja, ja, ja. een TV-special. Ja. Dat is een enige special waarin eigenlijk uh, alle figuren van Henson Hansen samenkomen, behalve de figuren uit The Dark Crystal en, en Labyrinth, maar dus uh, uh, het verhaal is dat uh, Fozzie zijn moeder vertrekt op vakantie uh, maar Fozzie heeft niet tegen zijn moeder gezegd dat hij al zijn vrienden heeft uitgenodigd om daar kerst te vieren dus op het moment dat hij vertrekt, komt heel de Muppets ploeg toe, <laughs> maar dan komt heel de ploeg van Sesame Street ook toe en de Fraggles, en dan zingen die helemaal kerstfilms, en op het einde is Jim Henson zelf aan het afvassen, terwijl al de Muppets uh, in de living zitten. Dus dat moet ook een werk geweest zijn om, allez, om al die poppen samen in één scène te krijgen. Mm. Maar dus dat, ey, dat is echt mijn favorite. Ja, en dan natuurlijk Home Alone, uh, Uncle Buck. Uncle uh, Buck, John Candy, man. Ja, ah, ik ben een grote damn. John Candy uh, fan. Rest ja, in peace, John. Ja, John Candy, cool. Maar dat is een hele generatie van coole comedians. Hè? Zo heel die, die hele... Want hij was een Canadees, hè? Die ja, kwam zo van ja. de Canadese versie van Saturday Night Live. Hij ja, had zo'n tegenhanger. Hoe heet die Second, Second City, City was dat? Ja, denk Second ik, ja, City. Ja, ja. ja, dat is waar dat de, mensen het komen. Wie was dat? Dan Aykroyd, die is ook, eh, die je dat ja. erna naar Saturday Night Live ook gegaan is. Rick, Rick Moranis, denk ik Rick ook. Rick Moranis, yeah. ja, ILD-ploeg. En dan hadden we van eh, hadden John Belushi en Chevy Chase en uh, 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 Bill Murray, ILD. Ja. Ja. Eigenlijk, en eigenlijk ook Eddie Murphy, want die mochten mee op die een hoop gooien, omdat die wel, die niet zo heel hard zijn een eigen trail gaan blazen, maar. Dat is wel een kerel die dat ook door Saturday Night Live eigenlijk beroemd geworden is. Tuurlijk. Okay. Geniale zo... sketch. Er is met... een heel, een heel goeie boek over. Nog niet zo lang geleden uitgekomen. Wild and Crazy Guys. Ja, fantastisch. Heb jij die je ook ja, gelezen? Ja, ja echt fenomenaal. Ja, supergoeie boek. Uh, aanrader voor alle luisteraars en kijkers. Wild and Crazy Guys over heel die periode in de... He, wat, wat mij ook daaraan opviel, was dat er in de jaren tachtig enorm veel blockbusters waren dat comedies waren, he, wat je veel minder hebt nu. Absoluut. En ja, dat is de periode waarin dat wij opgegroeid zijn, dus dat sprak ook gigantisch tot mijn verdeling. Comedies en, en het genre horrorcomedie, he? waar Ghostbusters dan een van de bekendste van is en de Gremlins... Little Shop of Horrors. Zalig. Rocky Zal Horror Picture Show. Ja. <laughs> Little Shop of Horrors is zalig. Alleen al die soundtrack. Dat is like uh, Feed team. Me Seamer, Murray, eh? ja. 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 Call ja. me a dentist. Ja, ja Bill de Murray. Murray. Ja, mm. en uh, Steve Martin is, When he, I was he. young, was just a little guy. Maar mm. man, Ja. Steve Martin is een dentist hè. You'll ja, be ja, a die, dentist. Ja, dat is een vreselijke vent zie je daarin ja. hè. Zo'n ja. zo rockabilly sadist. ook zo. Zo'n sadist die mensen pijn doen. Ja, ja. ja die komt dan zo toe met een motto. Die stapt af en zijn motto rijdt nog twee meter verder. Ja, zo ja, dat, ja, ja. En hij slaat dan... Um, ja, hoe heet ze? Uh, uh, het, het meisje, ja, zit ver. Ja, die slaagt hij uh, zo recht in haar gezicht. Hè? Ja. Zo, zo zijn, zijn, zijn assistenten zeker. Ja, Dan komt ja. hij zo binnen en die bokst hij zo recht in haar gezicht. Ja kunnen we ons ook al niet meer inbeelden dat dat vandaag nog zou gebeuren. Ah, oh, ja, voilà, dat speelt nacht in Als je ja. in... uh, een Bicky Burger of zo wilt verkopen, dan uh, kan dat wel. Niet. <laughs> is dat zo? Dat heb ik niet meegekregen. Ja, Bicky Burger, uh, je kent wel zo die typische, uh, wat is dat, jaren 50 getekende, zo, hey, Batman tegen Robin, zo die, ja, ja, die tekening. Ja, die, die klets. En, wel, ja, en ja. dit is dan zo een soort man die uh, de vrouw gewoon frontaal in het gezicht slaagt, omdat een uh, Burger niet goed is, of, of dat hem niet wordt gelezen. Ze heeft niet een echte gekocht, ja, ik, zoals... of besteld. Hè, dus hebben ganze... Ze hebben blijkbaar een, een, een campagne waarin dat ze willen hardmaken van, je hebt die original, en dan heb je de vele... Fake afkooksels. van. Voilà. Ja. En effectief dus, dus, nu is het zo, een tekening van een man die een vrouw slaat, van jij, jij hebt niet de echte. <lacht> <lacht> dus dat komt dan heel veel... Uh... Oh, oh ja. man, fake bikkie, of wat? <laughs> ja. Oh, ja. Geniaal. En, en, dat, en dat is ja, natuurlijk is iedereen nu mega kwaad. Het is wel, uh, wat je er ook van vindt, het, het is wel, allee, dat, dat kan toch niet dat niemand op dat reclamebureau, dat dat gevallen ja, is dat van is Het toch, zou kunnen dat het misschien slecht valt. Dat is er toch gewoon volledig voor gedaan, man. Dat, dat, ik bedoel, ik, ik, denk, dat, vanuit, ik ja. denk, als je dat soort beeld nu vandaag krijgt en iedereen wordt boos, dan denk ik, kom man, je zit dan toen met dat die willen dat jij doet. Hè. Ja, 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 exact. Ja, ja. 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 Dat ja. so is the whole point, denk ik dan. Ja, de strategie is toch... Uh, slechte reclame is ook reclame. alleen ja. dat is... Als je ja. maar iets uitlokt... Ja. Allee, nu weet iedereen, als je in de frituur komt... Ah, dat zijn die wijventoekers. Ja, ja, ja. Voilà, de de bicky eters zijn uh, degene die dat, uh, af en toe eens op hun vrouw slagen. Hè. Ja. Maar ja, wat had ja. ze weer gezegd? Zeg ik dan altijd. <laughs> <He? laughs> Mag ik nog even over de kerstfilms doorgaan? Ja, doe, ja? doe, doe. Doen, Scrooge dat dat vind wel. ik ook heel oh, tof. Bill Murray. Ja. Een ja, ja. beetje ondergewaardeerd. Zo, alleen, maar, maar ja, ik, uh, ik zie hem daar wel graag in bezig. Uh, ik weet dat toch een van die. Want die, uh, die wordt bezocht door drie geesten: eh? Ghost of Christmas, Past, uh, Present, and Future. Ja. Een van die drie is een vrouw die hem heel de tijd afslaagt. Dat weet ik ook nog, nu dat we de... toch over afslagen bezig zijn. Een van die drie geesten, daar krijgt hij heel Precies. de tijd klop ja, van. Dat is die laatste. Ja, ja, ja. ja die van The Future dan. Ja, ja. Ik weet het niet meer, want The Future is meestal zo'n soort dood, hè? de doodfiguur. Zo'n zo ja. vreselijk. ...dingen, maar er zit er zo één nee, bij... dat is de voorlaatste, ja, inderdaad. De voor... Nee, 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 het is waar, de laatste is de dood. De dood, ja. ja, ja. ja, 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 ja. Want de present ja. is, is... Dan <laughs> krijgt hij een hele tijd slaag, dat weet ik nog... ...dat ik er zo heel hard mee moest lachen... En de eerste ja. is uh, uh, ding, hè, de zanger van de New York Dolls, uh, allemaal ah, dingen Feeling, uh, had, had, Buster Poindexter, ja, Buster Poindexter, die... ja. ja, absoluut. Maar die heet anders hè. Uh, ja, die is een, een echte naam ontgaan heeft ja. mevkes inderdaad uh, de zanger van, want die had zo inderdaad zo'n fake jaren 80 lounge singer personage ja. gecreëerd, hè. Ja, dat is die Buster Poindexter. Maar ja. heet jij vindt nou weer? verdomme man uh, alles loopt mij in de steek uh, ja, tegenwoordig. Maandag. Ik heb al die, ik heb die twee platen, alleen die hebben later ook nog opnieuw platen uitgebracht. Vele ja. later, maar de originele New York Dolls plaat met de Lipperstift. Is dat niet, uh, een fan? Uh, Ja. Ik vond ja super. Ja? Ik zal het uh, laten zien. Dan kunnen we roeven. Ah, David ah. Johansen? Tuurlijk. Godverdomme man, ik kom ontouw niks niet meer tegenwoordig. Ik ken zij niet echt. Goed, ik weet wie ze zijn, maar ik. ik... Ik ken de muziek niet echt heel dat goed. Het is heel uh, rommelig gespeelde rock'n'roll. Wat ja. een beetje de voorloper van de punkies. Uh, die hadden ah, ja, ook ja. heel even als uh, manager hadden die Malcolm McLaren. Oh God, de okay. man achter de Sex Pistols eigenlijk. Dus uh, dat was in het ja. begin de manager van de Dolls. En die heeft erna. Nou Um, ja, je ziet de Sex Pistols ja. van Managen en die, die heeft hem eigenlijk ook een klein beetje niet gestoken, dat was ook een beetje, die is een project zo. Ja, ja, was een beetje een, ja. Ja, ja. een marketing. Een beetje, een, beetje ja. een boyband, want dat moet we eigenlijk niet ja, zien ja, maar dan nee, was, nee. Het, was het een klein beetje wel, maar, uh, ja. ja, ik blijf eeuwig fan, maar... Ja, nee, het, het, maar het is zoals gezegd. Die, ja. uh, die, die liefde voor kinderfilms, uh, kunnen je dat ook aan uw kinderen doorgeven? Zijn ze op de leeftijd dat het begint? Ja, het is zalig hè ja. Dus, dus wij doen op zondag altijd Cinema Ventures, Dus dat, zij mogen kijken naar wat ze willen, maar op zondag programmeerden Katrien uh, en ik de film met popcorn. Idee. En dan kijken zij. En elke dan, zondag? Elke zondag, ja, zo rond vijf uur. Cinema Ventures. En soms komen de vriendjes los in, dan is het Cinema Vriendjes. En dan ja, mama en papa programmeren, <laughs> wij leggen dat dan uit. En dat is tof, omdat... Ja, allez, wat we uh, we uh, dan allemaal al laten zien? Wat zijn uh, de dingen uh, dat je hebt meegegeven? Uh, een mee uh, de... uh, Nightmare Before Christmas. Ehm... Oh, uh, ja, allee, veel, veel Disney-klassiekers. Uh, ja, uh, Wallace en Gromit, mm. alle, alle Aardman-dingen. Uh, um, uh, echt heel veel. Wat hebben we nog? Het is echt te veel. Ja. <coughs> ik weet ook wat ik vroeg uh, toen het de Svinde hier was. is een paar keer hier geweest. Maar ook heel tof was. Die organiseert tijdens de kerstdagen een filmfestival voor je ja? kinderen. En dan ja? maakt je eigen aankondigingen, dus programmaboekjes, en dan mogen die kiezen wat hij vindt. Hij maakt een selectie, ja. en dan heeft hij echt die... Met geprinten en al, dan maakt hij een boekje voor hun kindjes, voor, voor hun kindjes met dan de korte inhoud, en dan mogen zij kiezen. En dan is dat is dan het filmfestival Zalig, voor de kerstvakantie. Man, dan voel ik me zo'n waardeloze vader, Mas, ik was, ik hey. allemaal gehoord, dat is niet normaal. Dat was normaal, nou niet dat de bedoeling van het voor een, dat voor het een lamzak dat ik zie. Dat is <laughs> niet normaal. Maar mijn dochter is ja. nu elf, ja, en ja. die begint zo van die dingen te dragen, wat ze wel cool vindt, zo, en dan heeft ze zo'n trui aan met back to the field. Future op eh, ja. dat, dat dan zowat hippies is, eh, zo, zeker sinds Stranger Things en de 80s, ja, en dat ja. dat helemaal terugkomt. En dan had ik wel de neiging om te zeggen, ah, maar weten we dat vandaan komt? We gaan dat en dat en dat. Dat kijken. is tof. En dat is dan ook wel weer leuk of zo. Maar dat is zo tof aan je kunt dat heel Negatief bekijken dat er heel veel remakes zijn of, of, of rebrands in, in Hollywood en op tv van, van oude dingen. Oké, okay, daar valt veel voor te zeggen. Inderdaad, dat, dat, je zit met een generatie die... elke die... enfin, generatie is nostalgisch naar zijn jeugdpunt uit. Uh, alleen is dat mechanisme wat nieuw in entertainment, denk ik. Maar dat is zo tof, dat verbindt met je kinderen. Hè? Allee, dat, je, dat je kunt zeggen van, ah ja, maar kijk, dat is van toen. Mm. Ik heb dat ook gezien als kind. Allee, mijn, mijn kinderen zijn zot van Ghostbusters. Ja, dat is leuk dat dat nog altijd bestaat en dat er dan ook Playmobil en Lego van is. Want dan, ja, dan mm. kunnen die al films laten zien en die vinden dat de Max. die komt een nieuwe terug, hè? Ja, ja, met de originele K. Met de originele Alleen degene die nog leven, want die, ja. Harold Ramis is dood, denk ik. Maar ja. de rest zit er terug in. En het gaat dan over die hun kinderen, of zoiets. Dus het is, zo, ik he, het he, niet, ze hebben zo'n uh, reboot gemaakt met alleen maar vrouwen, maar dat was eigenlijk ja. een hele slechte film. Jammer, maar helaas. En het is ook niet omdat er vrouwen de hoofdrol in spelen, want als het gewoon goed geschreven was, was dat geen enkel probleem. Tuurlijk. Was. En er was gewoon niet zin. goed, in. Nee, 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 en ook de cameo's waren zo oh, zo tristig. Zijn oh, ja. met Bill Murray was zo het absolute niks. Ja. Maar goed, ja. Kijk, kijk wel uit naar de, ja. de nieuwe versie. Als uw favoriete kerstfilm Andries? drie is, dat? ja de, ik, de, maar ik dacht niet echt kerst Eerst uh, gerelateerd qua thema. Of wat dat je wilt, wat, wat dat iets is dat je de neiging hebt om cool te vinden rond die en tijd. Wat ik, dat is eigenlijk niet een coole film, maar ik zal zeggen wat ik heel veel gezien heb. Dat is al grotendeels besproken hier. Ik had niet veel en we hadden niet veel. Het waren geen video, dus ik moest het allemaal. Ik moest echt schrapen, dus ik heb echt wel uh, elk jaar de sound of music gezien. Ja. Mm -hmm. Omdat die, uh, <laughs> dat de BRT maar dat altijd gaf. <laughs> dat in uh, de, ten, uh, de Tien Geboden met Mozes. Oh, Oh, ver... oh, oh my God. Charlton Heston. Ja, ja, ja. dus. Ah, uh, maar ja, zeker de Sound of Music was iets dat oh, is dat goed. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat dat een goede film is. Ja, ja, dat is eigenlijk tuurlijk, een goede film. Maar dat is dat, een goede ik associeer dat wel ja. met, met vakantie. Ja. Ja. Dat is eigenlijk nog altijd een hele goede film. Ik heb dat nog niet zo lang geleden eens teruggezien. Ja. Ook weer tijdens de kerstdagen vorig jaar, denk ik, dat ze dat dan toch weer uitzonden. En. Ik ben er zo opgezapt en je blijft er toch naar kijken. Ja, ik, blijf, ik blijf dat ook wel goed vinden. En wat zijn nu uw favoriete kerstfilms? Ik, ik, ik kijk vaak naar zo van die dingen. Gelijk, uh, wat ik niet elk jaar doe. Maar wat ik zo om de paar jaar doe. Is dan jask ik zo heel Lord of the Rings er nog eens door. Zalig. Omdat dat toch ook zo. Een beetje ja. dat duister in dat ding dat jij vertelt. Het was heet, perfect uh, in die periode. hè? Legend. Oh, oh ja. Ik weet nog niet of je ah, ja, dat met, ja, ja. met die Scott, met die... Waarom uh, een... komt dat eigenlijk, dat je in de kerstperiode da, dat je dan alleen de herhalingen precies kunt doen? Omdat dat, denk ik, um, ja, dat is nu iets... Dat is een traditie, hè? En of, dat je nu dat heeft, of, of dat je nu de meest extravagante man bent die elke dag een ander leven wil, of je bent de mens die elke dag exact hetzelfde doet. Je hebt toch een aantal punten nodig, denk ik, in je jaar, dat je kunt zeggen, ah, het is is het. En kerstmis is zoiets dat iedereen aanvaardt, dat dat elk jaar hetzelfde is. En dus denk ik dat die, allee, die basisbehoefte van als mens van, ja, oef, deze herken ik. Nu mag het, het exact hetzelfde zijn. Geen probleem. Mm. Ik denk dat dat voor een stuk, allee, en natuurlijk ook, ja. In tv ja. zie je dat ook, hè. De tv-programma's die tijdens de kerstperiode uh, op de baas komen, die zijn ook compleet anders dan in het loop van het jaar. He. Ja. Ja, zo wat. Uh, ja. Het mag allemaal een beetje... Uh... Dan mogen ze ook niet eens hun een blinkend pak terughandelen. Ja, ja. Maar, kijk, je weet wel, Stubru is daar een goed voorbeeld van. Hè? Dus, dus uh, die hebben hun programmatie en oké, okay, dat wel, dat draaien we niet. En bij uh, de warmste week maakt het niet uit. Ja. Dan draaien die ook Sam Goris en Jo Valli. Uh, dus dat... Dat doet iets... Met, allee, dat is precies dat zo... Kom, alle schotten weg. Alle, alle... Ik bedoel... Uh, mm -hmm. uh, omheiningen weg. Ja, ja. En we zijn allemaal hetzelfde. Dat is zo... Op dat moment mag dat. Ja. Be of good cheer. Hè? Zo, ja. voor ja. één keer mag het nog eens. Voilà. Ja. Dat is wel waar. Toch dat ja, ook tegelijkertijd, wat ik wel interessant vind over wat je zegt, ook geassocieerd wordt met heel veel angst en duisternis, waardoor dat je zo heel interessante verhalen ook oh, bovenhaalt. Hè? Ja. Maar de beste... Allee, de... de, de dat is zo toffe, dat is een van de weinige dingen dat wereldwijd gevierd wordt. Kerst, dat is wereldwijd, mm -hmm. al eeuwenlang. In, in, in Engeland hebben we de Christmas Ghost Stories, allee, die ja, traditie. Ja, ja, ja. In het Hoge Noorden heb je alles van mijn elfjes en, en allee, de, de donkere hey, wezens. Krampus. Krampus, allee, dat is Wat dan een figuur is dat. Dat ja. is Oostenrijkse. Ja, he? dat is zo'n ja. soort evil bosgeest die dat eigenlijk een beetje... Eigenlijk is de Grinch van Dr. Seuss daar wel mee te vergelijken. Zo'n soort slechte boswoudgeest, waar die dat... Slechte kinderen ontvoeren, ja. oké. Okay. Maar eigenlijk, um, daar Zwarte liggen de, de roots van, <laughs> van Zwarte Piet, ja. absoluut. Ja. Ja, ja, nee, nee, dat, mm -hmm. dat, dat is heel... Ja, de, de, uh, de figuren Sint en Kerstman, ja, die zijn verweven. Hè. Allee, daar, daar, staan, daar staan prachtige... Allee, alles valt te herleiden tot dat Europese... Het, het komt uit het Duitsstalige gebied. Allee, Sint, Kerstman, Krampus, de good cop, the bad cop... Uh, pas maar op, zij maar flink, want anders komt... Als je goed bent, komt de goedgeilig man langs, maar zijt je stout geweest, ja, dan krijg je in het slechtste geval Krampus uh, mm -hmm. over je Wat een hele goede film is, trouwens. Die heb ik niet en, gezien. Is, ah, is, die, is die goed? Ah, vond ik wel, ja. Ja, okay. ja Ik heb heel hard van genoten, omdat dat heel hard baat in die allee, zeer Amerikaanse cliché-Christmas-sfeer van hè, met z'n allen, het is kerst en dan loopt het fout. En dan gaan ze heel hard... Ja, gaan ze heel diep qua fout lopen. En dat vond ik echt heel goed, ja. Okay, Ey, ja. Wel van genoten. Dat moet ik wel zien, want ik weet, ik weet dat het bestaat. Ik ken zelfs de poster met dat hand, met die klauw en zo. Maar ik had, het, uh, ik had hem nooit, uh, nooit gelezen, eigenlijk. Het is ook een hele coole comic, als ze toch over kerst bezig zijn. En die heet Klaus. K-L-A-U-S, Klaus. En ja. daarin is Santa Claus eigenlijk zo'n soort warrior, held, die je zo... Uh, dan, dan is er ook een reden waarom hij kinderen cadeaus geeft. Omdat er zo heel veel arme kindjes zijn en je hebt zo'n hele rijke heer in een burg die je dat zo alles voor zichzelf houdt. Klaus, ja. ah, okay, Grant ja, ja. Morrison is dat. Cool. En dat is eigenlijk mega graaf. Ja? Ja, dat is echt heel cool. Dat moeten we eens een keer checken. Zeker als je voor dat soort, soort dingen bent. Ah, dan zeker? Hoe dan, je dan je is tip? dat heel, heel, heel tof. En Krampus komt daar ook in. Okay, dus ah, we ja. spelen wel mee heel hard dat soort mythologie rond, rond kerstmis en zo. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus dat is wel tof. Maar ja, dit is al bijna een kersteditie aan voor <laughs> een of andere vreemde reden. Het en Halloween moet nog uh, komt... Ja, Halloween ja. Mm -hmm. Dat is ook wel iets, als we het dan toch een beetje nostalgisch uh, doen, hey, wij die in de jaren tachtig zijn opgegroeid. toen was Halloween niet Halloween wat het nu is hè? Mm -hmm. Ik, nog Dat nooit... stond niet bij dat ons. Dat was er niet, dat, nee. dat kenden wij van films. Ja. Maar dat kenden we niet van daadwerkelijk. Maar dat vond ik, dat heb ik nooit erg gevonden dat dat nou hier kwam. Hè? Want mensen die dan zeiden: ach oh, typisch, zo dat Amerikaans en dat commerciële, En dan denk ik, man, dat zijn kinderen die hun eigen kunnen verkleden in dat is monsters. Hoe tof is dat? Ja, als Sinterklaas zal er anders over denken, want die nee, natuurlijk wel moeten afgeven. Hè? Ja, maar Allee, moet je moet je niet afgeven? Ik denk dat er eerder een, 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 een feestdag bij komt. Dat gevoel heb ik ook. De overbrugging tussen de zomer en de kerstdagen. Hebben we nu nog een winkeldag bij? Waar dat ja, ja. soort dingen. Wij vinden dat tof. Wij doen elk jaar een groot Halloween-feest bij ons thuis. En dan komt er heel veel volk. En dan, doen we zo, dan bouwen wij in een bos echt een tocht. Heel scary. Allez, op kidsniveau. Dat is super tof. En dan, en dan programmeren wij ook daar weer films. Ik doe niks liever dan. Op vrijdagavond na 11 uur naar een oude horrorfilm kijken. Onlangs was Halloween de eerste op tv. Ik had die mm -hmm. nog nooit gezien. Dat is, dus, dat, ja, dat is 40 jaar oud zoiets. Ja, dat is al lang geleden. Dus dat is niet dat is een hele, hele jonge Jamie Lee Curtis zeker hè. De tienermeisje. Ja. De, en, en dus het het onthutsende is ik herinner me dat als kind van wow, dat is één van die films in de videotheek waar ik niet durf naar kijken. Mm -hmm. En nu die is niet spannend meer. Maar ongelooflijk tof om te kijken, wat een prachtig tijdsdocument. Ja. Zo het sub, ja, suburbia Amerika en ja, de, de, de eigenlijk de, de grondlegger van het slasher-genre. of misschien, ja, oh, misschien niet grondlegger, maar toch alleszins de de doorbraak voor dat soort gewetenloze. Ja. Dus dat John Carpenter, wie, wie ja. heet dat? Ja toch? Ah, ja, want hij heeft dan ook ja, de, de, de de sound, de synthesizers, de ge, voilà, voilà. gedaan. Ja, die is ook cool, hè, man. Maar ik vind dat zo gezellig ja. om ja, Alleen thuis vrijdagavond aan het te En kijken. dat is nog Jason Voorhees dat hem een kindje eigenlijk was hè? want dat is nog ja. niet de hockeymasker Jason gelijk dat je hem daarna kent. Nee, dus dus begint dat Michael is hè? Michael ja, Myers. Ja, ja, nee, ja, dat ja, is ja. Jason is Friday the 13th. Ik snap 13. de verwarring. Ja, ja. Ik goeie die altijd door elkaar. Michael Myers met dat wit masker zo. Ja, Er zijn zo'n paar YouTube comments die nu zo halverwege zo'n stoppen zijn met typen zo. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk, ja. <laughs> waarschijnlijk. <laughs> Zullen we dit even opnieuw doen? Nee, <laughs> nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Ze mogen weten dat ik mij af en toe vergis. Ja, als je, dat gebeurt door mensen die luisteren heen kijken. <laughs> dat een, een, een film, en kijken. En vaak film, zelfs. Een film ken je dan niet ter discussie? Nee, ik ken zeker niet van uh, dat soort films. Ik ken ze wel, maar inderdaad, ja, dat, dat is wat die, die altijd het uh, door elkaar, Friday the 13th. Maar logisch, en, het is ook dezelfde en periode. Ja. En, en, en qua profilering, hetzelfde type, het gewetenloze. Ja. ja, en blijkbaar, maar, want ik had dan na dat film nog zo wat zitten lezen, ja, dat was toen shocking omwille van het feit dat er iemand een moord pleegt zonder motief. Mm. He, dus, dus... Uh, wat doet hij nu? He, die moord, maar geen idee waarom. Ja. Dat was shocking, blijkbaar. Ja. Allee, wat dan nu. Ja. ja, en toch ook nog altijd. Hè, wat, wat het, wat bijvoorbeeld om dan terug te komen op Joker, wat die je zo interessant maakt, is dat je op het einde van de dag ook nooit echt weet. Hè, want er zit, er zit zo'n theorie over die nieuwe film, hè, waar ik eh, zelf opgekomen was. Geloof het of niet. Maar nu heeft eigenlijk de, de regisseur het een klein beetje laten vallen, dat het zou kunnen. Dat is dat hij zich ook allemaal in die zijn kop afspeelt. Hè? Ah, oké. Okay. Ah, dus ja, ja, heel het vooral, dat heel het verhaal, alleen als hem op het einde... Uh, voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. deze is niet echt een spoiler, maar hij zit bij een psychiater. En het idee zou zijn. ja, alles in die film is gewoon een verhaal dat hij je vertelt. Ja, ja. Het is niet hij heeft niet bevestigd dat het zo is. maar hij ontkent het ook niet. Maar zou nou dat het zou kunnen. Het ja. zou kunnen ja. waardoor dat, waardoor dat hè, Joker, zeker in, in The Dark Knight. Wat je wat zo angstaanjagend maakt, is die motivatieloosheid daarvan. Hè? Ja. Dat je zegt, je weet niet van waar dat je komt, je weet eigenlijk niet echt wat je wilt, ja. maar dat is zo'n soort agent of chaos. Zo. Ja, ja, ja. Terwijl hier ja, zie je wel het zaadje waarom dat hij dat ja. doet. Ja. En, en wat natuurlijk slasherzoek angstaanjagend maakt, is dat die ook in dicht bestaan. He, dat die zo een beetje, beetje geprofiled zijn op serial killers of op mensen ja. die dat... Ja. Dat kan nu overkomen. Ja. Zombies gaan morgen niet gebeuren, denken we dan toch? Je weet dat nooit. Nee, en dan zeker <laughs> natuurlijk zo, ja, die, die, de veilige suburbs in Amerika, waar de meisjes gewoon over straat kunnen wandelen en s'avonds uh, babysitten en dan toch ineens is er een gewetenloze moordenaar. He. Dat moet echt shocking geweest zijn. Nee, ja. Wat ik ook dus net zei, uh, dat, ja, we organiseren zo... Want je woont nog altijd in Aalst, hè? ja. Of, he, ja. Of in, we organiseren dan die tochten en zo. Ik weet dat ik direct dacht: van ja, lap, dat zou hier al niet kunnen, want we hadden we natuurlijk na nou, euh, nou twee blokken. Maar bij ons zijn er ook al auto's hè, ondertussen. Ja, ik, post, ik bedoelde dat. Ik <laughs> niet. is dat zo? <hijen> ja, sinds een week of drie. Praalwagens dus, met ja, joden. Het. <hijen> <hijen> dat, uh, dat is daar vooral. <hijen> Goed, hoe is het op het werk, jongens? <laughs> Ik bedoel dat het eigenlijk heel lief... Ik wou eigenlijk gewoon ja. zeggen... Was, uh, dat als je heel nauw aan het hart ligt... Hè, want dat je er ook zo een... een uh wat dacht je ook een beetje geëngageerd daarin daar in is dat iets dat er van kind af van inzet of is dat iets dat gewoon gegroeid is want als je u nu als je, je niet kent hè, dat is niet want iedereen kent u maar zou denk je wel dat is iemand die in een fantasie een nostalgie leeft maar dat staat eigenlijk best haaks op uw engagement wat alles betreft ja 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 vooral de ik ik leef in het nu hè. Ik, euh, mm -hmm. en, en ik ik ben uh, van nature niet nostalgisch hè. het is echt gewoon die, die uh de fascinatie wat entertainment betreft. Ik ben niet nostalgisch naar hoe er twintig jaar geleden geleefd werd. Alleen, totaal niet. Maar ik ben opgegroeid in Aalst en uh, ja, je moet ergens opgroeien. Maar, maar ik net zoals elke tiener die in een kleine stad of een dorp opgroeit, er toch wel had ik het gevoel van ja, is dit het nu? Is dit echt de wereld? En goed, door tv kon ik daar wel wat aan ontsnappen, had ik ook wel door van, ja, yeah, there's a world out there. Um, en toen ik op mijn dertiende ben ik naar de kunstenmajor in Brussel gegaan, en toen eens merkte ik van, oh man, dit is ook uh, Vlaanderen. <laughs> dit kan ook. Uh. En dan, ja, ik moest om een of andere redenen weg uit Aalst, omdat ik dacht, van, het is hier benepen. Er was toen ook echt niks in Aalst voor jonge mensen. Vandaag is dat anders, maar toen was er niks. En... Tien jaar geleden, ik heb heel lang in Brussel gewoond en lang in Leuven. En Leuven was wel tof, maar bon, dat, dat, dat is dan ook, ik had het daar ook wel snel gezien. En Brussel is super tof. Dat is een toffe stad, er is veel te beleven. Alleen kon ik om duur niet meer met de donkerte om. Dat is, dat is soms echt wel een hele rauwe stad. Ja, zo drie keer per jaar wordt mijn raam ingeslagen en al wel eens een paar keer s'nachts belaagd. En ik, ik had het om duur ook echt mee gehad. Los van het feit dat ik dat wel op papier een interessante stad vind, maar ik wandel, als ik op café geweest ben, ook graag gewoon op mijn gemak naar huis. En daar had ik om duur wel wat gehad. Um, en ik wist het allemaal even niet meer. En dan ben ik zo, heb ik gewoon een jaar... Ik zeg, ik ga een jaar in Haas en Huizen duren. Ik had ondertussen toffe mensen leren kennen. En je van, oh, verdomme, het is hier wel veranderd. En vandaag leef ik daar met mijn gezin en ja, ik vind als je ergens woont met je kinderen, moet je ook zeggen, hier wonen wij en wij wonen hier graag, anders moeten we vertrekken. Hè? Mm -hmm. En gevoeld dat Aalst uit een winterslaap aan het geraken is, alleen waart er een soort demon door de Aalsterse straten al decennia lang dat zegt, hier kan niks, doe maar gewoon. Een heel Vlaamse gedachte van, ja, maar wij zijn niks, wij betekenen niks, doe maar gewoon. Waardoor dat er de afgelopen 50 jaar in Aalst ook niet zo heel veel gebeurde. Misschien is dat ook wel een beetje een verklaring voor die waanzinnige explosie van de waanzin dat dat weekend van carnaval is ja. daar. Ja, en dat heeft eigenlijk, uh, denk ik, te maken met uh, iets heel positief en iets uh, historisch moeilijk. Namelijk, 100, 150 jaar geleden was Aalst uh, een ongelooflijk grote industriestad. En dat was allemaal textiel, kleren, uh, nylonkousen. Uh, en van heinde en van verre kwamen arbeiders naar Aalst, omdat daar was job, was werkgelegenheid. Dus je, je krijgt daar een hele grote arbeidersgemeenschap die ja, werk vindt en zich daar nestelt. En dan tegen de jaren 50 uh, is die industrie verouderd, dus die implodeert. Dus, dus het één fabriek na het andere sluit daar. Dus je krijgt daar een gigantische, grote. Uh, uh, werkloze gemeenschap. Maar gigantisch. En al die fabrieksbazen, bon, allee, die innoverende mensen trekken weg. En die stad geraakt daar niet over. Omdat, we hebben ook een universiteit Dus de, er was geen instroom van nieuw bloed dat zegt, kom, wij gaan hier iets doen. Wat je in grotere steden wel hebt. Hè, ja. Dat is het voordeel van heel veel hogescholen of, of universiteiten. Dat trekt ook creatieve mensen aan. Dat hadden in Haast niet. En nu, de laatste vijf na tien jaar voelde dat dat wel gebeurt en dat heeft gewoon te maken met het feit dat we tussen Gent en Brussel zitten en die steden worden onbetaalbaar voor jonge mensen. Dus wat zeggen die? Ah, wat zit er tussenin? Aalst, ah, we gaan daar wonen. En je krijgt een generatie jonge mensen die daar ook opgroeien die zeggen: maar kom, we gaan hier wel iets stof doen en een koffiebar en een, een platenzaak en is een concertzaal en, en langzaam maar zeker gebeurt er van alles. En de overheid zegt, kom, we gaan hier een, een, een goede bibliotheek zetten en, en, en investeren in sport. Dus, voilà, ineens hebben die merken die, ah goed, verdoemen, wij kunnen ook iets. En ik heb dat ja, ik, allez, ik, ik heb geen politiek engagement, dat interesseert mij ook niet. Ik wil ook geen burgerbeweging, dat interesseert mij ook niet. Maar ik heb gewoon gezegd vanuit wie ik ben, van kom, uh, je moet eigenlijk je eigen en je omgeving wakker schudden door te zeggen van, hé, hier is vruchtbare grond, doe ik er iets? Allee, stopt is met zo te zeggen: Ja, maar ja, het is haast. Wij kunnen niks doe Dat gewoon. Ja, dat is een overmorgen project, Ja, ja, ja. Hè? Dat klopt. Hè? Ja, dat zijn eigenlijk gewoon een aantal mensen die zeggen: Van kom, ja, wij willen aantonen dat er van alles in de stad mogelijk is op onze manier. En wat zijn dan dingen dat je zowel doet bijvoorbeeld? Maar, uh, dat zijn soms heel hele, hele kleine dingen. Hè. Um, oude gebouwen die al jaren leeg staan, doen wij van een dag terug open om te laten zien. We hebben zo'n prachtige oude vismijn. Zo'n rond gebouw. Vroeger werd daar, ik wist niet dat dat bestond, vis verkocht per uh, afbod. Dus niet per opbod, maar per afbod. Dus ik heb hier een kabel jou, 50 frank. Niemand, 40 frank, 30 frank. Ja, ik. Hup. Ja. En dus zo werd er decennia lang vis geveld. We hebben dat opnieuw gedaan, zo'n een dag. En oude mensen waren ontroerd, want als kind waren die er nog geweest. En jonge mensen vonden dat super tof. En dan zegt de lokale overheid, dat gebouw moeten wij nieuw leven inblazen. En dan deint dat weer weg. Maar dat is wat we zo doen. Mm. Allee, en een van de dingen, ik droom ervan, om van, van Aalst de stad van de humor te maken. Oké. Okay. Omdat um, dus, uh, dat het, het, het humor zit in het DNA van de Aalstenaar. En om, uh, als, als overlevingsmechanisme. Mm. Op het Belfort staat, hoop nog vrees. Dat is zo van, we worden geboren... Je moet niet te veel van het leven verwachten, maar je moet er ook niet te bang van zijn. Mm. En, en uh, carnaval is het bekendste voorbeeld van een soort. We gaan met alles lachen, want dan. Oh, therapeutisch van kom. Hè, we, nu mm -hmm. mogen we lekker lachen, als iedereen dat, dat doet teugt. Maar als je in een een café binnenstapt. dan verwijten ze u eerst voor rotte vis. Goed bedoeld. En, en dan krijg je een pint. Maar dat is een naaste naar de voeten uit. Zo Eerst ja, u, u, u met de grond gelijk maken. Op vriendschappelijk niveau. Hè. Mm -hmm. maar, en ik vind dat wel een hele goede eigenschap. Dat is zo ah, het hyperrealisme van: kom jong, doe maar gewoon wat een goede kant heeft. Uh, en ze lachen met u en dan omarmen ze u. En dat vind ik heel tof. Ja, ik had daar een, uh, want heel die, heel die controverse van vorig jaar met die praalwagen. Hè. Ja. Um, daar iets van gemerkt in als dat ja, ja. dat. dat uh, allee, ongetwijfeld natuurlijk. Maar heeft dat een impact op wat dat er dit jaar. Want het is de hoeveelste editie. Ze waren aan het sparen voor de. Het gaat verder de honderdste zijn. Ja, ja, in, dat, in de negentig. Je had er heel veel mee te maken dat het een speciale editie is dit jaar. En dat daarom. Uh, he, ze, ze gingen wat spaarzaam zijn. En dan hadden ze die praalwagen. Ah ja, ja het was een besparing. Hè. Het waren ja. eigenlijk oude koppen die ze gerecupereerd hadden. van een ja. uh, jaar ja. of twee of drie geleden. Ja, ja. 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 Het was, het was in ieder geval uh, niet onopgemerkt gepasseerd. Uh, nee, nee, nee. Dat moment. Maar, weet je wat moeilijk is aan, aan dat geval? Hè? Dus, dus voor mensen die het niet, niet, niet mee zijn, het was, was een praalwagen waar eigenlijk... Uh, ja, het, het Joodse cliché uit de jaren dertig, met, met ja. de grote neus, uh, de pijpkrullen. Het, het, het cliché van de, de gierige, rijke Jood werd uh, daar ja. afgebeeld. Terwijl, uh, ja, ik denk, de bedoeling van die mensen was van... Wij, 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 we nemen een sabbatjaar, dat was eigenlijk de joke. En dus beelden ze dan de Joden op die manier af. Wat op zich, mijn persoonlijke mening, echt een goede mop is het niet. Het is niet eens een mop, het is een soort visualisering van het sabbatjaar. Dan in het midden gelaten. Los van of dat een goede mop is of niet, is denk ik het probleem van wat er zich voordeed... Uh, de globalisering van de wereld. Hè? Namelijk, uh, je krijgt, en ik ben het niet aan het verdedigen, ik probeer het zo objectief mogelijk te schetsen. Je krijgt iets zoals Carnaval Aast niet uitgelegd aan de wereld. ja, allee, ja bedoel ja, 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 ja. ik dat is zoiets lokaal, dat is echt ja, drie dagen een soort. Allee, uh, enerzijds satirische hoogmis, is, zou die stoet moeten zijn, want allee, mm -hmm. mijn persoonlijk gevoel daarbij is. Ja, die mensen werken hard, maar er wordt omdurend duur een soort ja, uh, Disney parade, van series, mm -hmm. wat, wat, wat wij allemaal gemaakt hebben, en dat kost die mensen handenvol geld. En, en soms zijn dat ook persoonlijke drama's, familiedrama's. Van hoeveel geld die daarin steken. Voor mij is die stoet, en zeker historisch, ja, hoe. Daar zit heel vaak uh, maatschappelijke en politieke satire in. Dat zijn zo die kleine. Je hebt dan de grote groepen. Mm -hmm. eh, die, 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 die al hun geld daarin steken. En dan heb je eigenlijk gewoon de einzelgangers, Die zo de week zelf nog beslissen. Wat gaan we doen? En dat zijn dikwijls de, de grappigste dingen. En dat is eigenlijk. Dat heeft een, 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 een functie namelijk. Ach, kijk eens. Hier kunnen wij scherp en satirisch zijn. Maar. Uh, dat is hier eigenlijk iets super lokaal. Eigenlijk zou, zou dat nooit. Het land van naast mogen verlaten. Die mm -hmm. belen bij manier van spreken. Ja. Uh, en das, je krijgt ook niet. Leg maar eens uit aan de andere kant van de wereld wat dat is. Je krijgt dat niet uitgelegd. Nee. Dat is zo contextgebonden. Uh, ik heb het nu over carnaval uh, in, als, als, als gegeven. Hè, want ja, heel die discussie over uh, dat dat dan uh, erfgoed moet zijn. Ja, dan, mijn inzicht moet dat toch geen erfgoed zijn. Dat is elk jaar een soort volksgebeuren van mensen die wat... Ja, een, een zichzelf eventjes verliezen in een feest. Ja. Dat ja want dat was dan... ook even dat het dan ging geschrapt worden van uh, het Esko ja, er, maar ja de globalisering zit er natuurlijk in dat dat nu onmiddellijk met één of twee goede tweets is dat wereldnieuws hè ja uh, of ja. met één goed beeld dat even de wereld rondgaat hè dat is ook een beetje niet allemaal hetzelfde dus ik ga het al onmiddellijk nuanceren maar dat is ook wat de zwarte piet een ja, beetje mee nee, zeker. zeker. Omdat, ja, inderdaad dus, ligt uh, dat is onder Amerikaan ja, uit. ja we hebben een ja. totaal ander humorbeeld uh, nu maar Allee, ik weet niet dat je er uitspraak over wilt doen, maar vind het, wat, v, ik begrijp dan wel dat je, dat je dat wel jammer vond dat dat zo'n gedoe opleverde. Ja, maar het is natuurlijk ja, op zich, weet het, het begint al bij. Als de joke heel goed zou zijn, dan kun je nog zeggen: Ja, kijk, allee, mm -hmm. het was een goede joke. Het was ook denk ik niet eens bedoeld als joke. Hè. Het was een soort. Ja. Nou, mag je de kwaliteit van de joke bepalen of dat het kan of niet kan? Ja, ja. ja? ja ik vind dat 100%. Omdat dat is, dat is echt de bottom line. Zeker als je een comedian bent, ja. of als het over humor gaat, dan je komt je er alleen mee weg als de joke goed is. Want als het niet is, dan is het alleen het gemeen. Of dan is het alleen het, het, het fout of het raar. Terwijl ze joke joke is, dan kunnen mensen nog kwaad worden. Maar dan garandeer ik u, als ze de, de, de scène laten zien waar de ophef allemaal vandaan kwam in de zaal met de komiek. Dan krijg je een komiek op het podium die, die die grap vertelt. En een heel zaal dat plat ligt van het lachen. Ja. En dat is altijd een ander beeld. Dan, als je bijvoorbeeld een soort breakdown hebt. Gelijk dat die gast, die Kramer van uh, Seinfeld tegen gaat. Die nu ineens tegen een gast begint te roepen: Nigger, nigger, nigger. En je voelt ook heel de zaal zo: Dit is gruwelijk. Hè? Dat is iets helemaal anders. Want dan zie je een meltdown. Je ziet iemand dat niet een grap maakt. Maar gewoon iemand beledigt. Maar als jij... Ik bedoel, als je, als je kijkt naar de nieuwe special van Bill Burr op Netflix, waar je gewoon zegt: You know what's hilarious about sexual abuse? En je hoort een heel zaal het <laughs> dak van: Ja, dan weet je, nee, nee, die joke is te goed, man. Die kun je niet hebben, omdat je die, die kan duidelijk maken dat daar nog een andere context onder zit dan alleen maar het beledigend. Mag ik toch even één ding zeggen? Dat is gewoon een, een opmerking. Ik geef 100% ja. gelijk, maar sexual abuse is geen bevolkingsgroep. Nee, dat is waar, maar ik denk ook wel dat als die. Um, had die die neemt bijvoorbeeld ook zo'n stuk. Waar dat hem vertelt over uh, de zoveelste film. Over uh, een zwarte ploeg sporters. Die weer. Die, die, de, they were the first black ping pong team. Dat de Moek zegt. I have to say, with all the sports you're coming up with now. I, uh, I don't give a shit anymore. Zodat, en dan gaat hij ook wel in op, op heel dat. Black empowerment ding, maar hij kan dat op zo'n manier aanpakken. Eh, ook dat hij het bijvoorbeeld heeft over een bepaald moment praten we over eh, dat, ze, dat, dat eh, racisme in, in zogenaamde uh, bij sporten. Eh, dat ze bijvoorbeeld zeggen, yeah, if, a, if, a, if a white person makes a move, it's an intelligent move. If a black person makes a move, it's an athletic move. En dan zegt hij, ja maar ja, als je gewoon iemand zijn zijn verdediging goed leest en je doet dat eh, wat de meeste eh, witte spelers doen. That's an intelligent move. If you kind of, eh, ga van de middellijn sprint en you fly over 15 guys eh, like, a, like a fucking superhero. <laughs> ja, wat moeten we ervan zeggen? Niemand van ons kan dat. Eh. <laughs> en je kan dat op zo'n manier doen dat je eigenlijk zegt: Deze is een bullshit discussie. Want we weten allemaal dat er, dat er tussen verschillende mensen soms genetische verschillen zitten. Of waarom de fuck domineren die 80% van de sporten? Ja, dat zijn, zo ja, ja. Van, die, dat zijn van, die, van die ongeschreven, dit mag je niet meer zeggen maar, dingen die wel zo zijn. Maar het gaat toch over, je moet toch met iets lachen omdat je het herkent. Omdat ah ja, je tuurlijk. voelt van, wat die gast zegt, voel ik ook. Tuurlijk. En ja, daar zit het allemaal natuurlijk. Hè. Als dan wat dat je vertelt of wat dat je afbeeldt, of het nu een praalwagen is of, of wat het ook is, Ja, als, het al niet, als je het al niet mee connecteert, dan. Is het vrij moeilijk om het nadien nog te gaan uitleggen. Ja, maar daarom en daarom, ja. ja. En ik vind ook wel, wat, wat je zegt, ook Bill Burr, of, of wat jij ook zegt, en dat wil ik een beetje aansluiten op het, wat er nou gebeurd is, die racistische brieven die in Alstom, waar je heel geëngageerd een soort ja, open brief geschreven had en een beetje gesproken had voor een Alstom. En dan moeten maar zelf zien wat je erover zegt. Maar wat ik wel een, een interessante reactie vond van u was, toen dat dan... Uh, een bepaald Vlaams belangparlement. Uh, sorry, gemeenteraadslid zei. Oké, okay, je hebt een punt. Maar ja, vorige week was er dan iets anders gebeurd. Ja, ja, ja. En, en ja, dan hoor ja. ik u niet. Waarop ja. daar uw commentaar was, of in ieder geval uw officieel mededeling was van ja, maar dat interesseert mij niet politiek. En uh, mm -hmm. zoiets zeggen van ja, ik ben hier niet voor politiek. Uh, ja. ik, dat is niet mijn job. Ja. En, en ik vond het jammer dat eigenlijk. Uh, die in ene zin er niet meer is uitgekomen, hey, dat was mijn aanvoelen erover, namelijk, dat is niet mijn job. Mm -hmm. Want dat is het geen... Hey, het is niet Bill Burr of het is niet hey, Alex Agdunsen, hey, want eigenlijk doe je ook heel veel on politiek. Hey? Ik bedoel... Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Ik weet niet of ik het hier al eens verteld heb, en misschien moet ik het ooit wel eens doen. Maar een van de strafste momenten dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, was dat jij, samen, eh, Alex, ik zeg samen met Michael van door in Hoboken. en laten we een kat een kat noemen. Hoboken is niet wit. Eh? Mm -hmm. Daar zeggen we niks gemeen mee. Waar dat de lokale jeugdwerking uh, comedy af en toe. met hun, met twee, waar dat je mm -hmm. een zaal vol met moslims. moslims van 16 jaar hebt. en dat de sfeer. Eh, zo was. Eh? Mm -hmm. Mag ik, het zeggen? ik zal het je niet vertellen, ik moet het zelf niet zeggen. En eh, waar dat het. Slecht begon en fantastisch schoon eindigde. Mm -hmm. hey, ik vond dat meer waard dan die honderd open brieven dat ik de laatste jaren gelezen heb over dat we bij mij in moeten komen. Ja, ja. Ik vond dat bij u ook ja. gezegd, dat is niet mijn job. En ik vond dat jammer dat dat er niet meer uitkwam. Want dat is ook zo. De verantwoordelijkheid ligt niet bij. Met alle respect, een tv-presentator. Nee, nee, maar ja. Dat vertrok eigenlijk gewoon vanuit voor vooral duidelijkheid, voor de mensen die, die niet weten waarover het gaat. Er had iemand in een aantal brievenbussen in Aalst heel... Echt een haalbrief geschreven We hebben bij een aantal uh, gekleurde gezinnen van Goor die niet thuis, ga terug naar uw land. Ay, het was echt... Uh, mm -hmm. Het was pittig. Los van wie die mens is of waar dat kwam. ja, voor de zoveelste keer werd Aalst weer afgeschilderd als zijn zo het, het racistische, de Dendervallei met, met de ringbaarden en, en de kaas- en wijnavonden en geen gekleurde mensen. Zo Ja, en ik... ik uh, voel me wel dan persoonlijk aangesproken op twee niveaus. Ten eerste als uh, bekende Aalstenaar, omdat ik denk van ja, Aalst is niet racistisch. Ik ervaar dat zo niet. En ten tweede, ik ben een vader van twee kinderen die daar opgroeien, in wiens klas heel veel gekleurde kindjes zitten, in welke klas vandaag niet. Mm -hmm. um, ja, inderdaad. En, 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 en dus vind ik het mijn plicht om tegen dat soort extreem gedrag... Uh, een liefdevolle uh, boodschap te zetten. Namelijk van, kijk, als je een boze brief krijgt, ik hoop dat, allez, met een warme brief, dat het wat gecompenseerd is. Dat was eigenlijk mijn enige uh, reden. Wat ik heel snel merkte, is dat dat onmiddellijk politiek gerecupereerd wordt, door, door alle kampen. Hè. Ineens is het zo links-rechts tegen elkaar. Dus ik kwam in een soort polemiek terecht, ook online. Ik dacht van, oké, okay, ik, ik, ik heb daar ook niet meer op gereageerd, op al die dingen. Wat mijn enige boodschap was... Ja, ik vind het erg voor u dat je zo'n brief krijgt. Hier is, hier is een, een brief waarin dat blijkt dat je wel welkom bent. Ja. Dat is het enige. En zonder een, een, een heel debat op gang te trekken, maar ik zie bij mijn kinderen die vijf en zeven zijn, uh, dat die dus in de klas, met, of het nu uh, een jongen is uit Syrië die nog maar drie maanden woont, of uh, Mohammed, die, die hier geboren is. Uh, een meisje dat Frans spreekt, uh, die zijn ongelooflijk geïnteresseerd in elkaar. Hè? Dat gaat niet over. zeg jij Arabisch of niet? Nee, nee, vind ik u een toffe, omdat jij ook uh, uh, dingetjes verzamelt. Of... Allee, dus dat, mm -hmm. die connecteren op het niveau dat je moet connecteren met elkaar. Dat is met een maat, dat vind ik een noozelaar, Maar dat heeft, niet te ma dat heeft mm -hmm. niks te maken met wie dat zijn. Integendeel, allee, mijn zoon komt soms thuis. Ah, papa, nu wil ik dus Arabisch leren, want ik zou heel graag mijn, mijn vriend beter verstaan. Nee. En dan denk ik van dat is goed, hè? Allee, dat, is, dat, is, uh, dat klinkt nu zeer naïef. Je hoopt dan dat die generatie opgroeit en denkt van oké, okay, ah die kijken er anders naar, want voor hun is dat de logica zelf. Ja, we hebben dan een, een poetsel thuis, een, een, een dochter van 12 jaar, die dan na de verkiezingen, een van haar beste vrienden, die zei ja nu mag ik toch niet meer met, met u spelen. En als ze vroeg waarom, ah ja, omdat wij gewonnen hebben. Ja. Ja, dan heb je het je toch. Allee, het, zit, het zit daar al uh, mis. Ja. ja, absoluut. Het is, het is natuurlijk uh, alleen die rare gepolariseerde wereld waarin ja. we nu leven, waarin je de, de beide kanten ziet. Het is alleen wel, ik denk, of ik, ik zit toch altijd wel een klein beetje te hopen dat door, door die sowieso, sowieso veel grotere diversiteit... Eh, dat je ook zoveel meer van die crossbreeding-dingen gaat krijgen, ja. waardoor dat we dat zo'n klein beetje hopelijk de wereld uit helpen. Het ja. Ja. zal natuurlijk nog lang duren en er zal, eh, zoals gewoonlijk, het will get worse before it gets better, 9 van de 10. Ah, je ja. weet dat eigenlijk nooit. Ja. Want dat is iets dat mij ook uh, opviel aan hun een zin, dat jij zei toen je met James Cook in bed lag. <laughs> dat vond ik een hele, een hele Hoe zin. weet zin. Ja, ik weet dat, me. ik heb dat gezien. Soms is het zo donker dat je niet kunt zien dat je content. Ja. Is dat bij u zo? zeg je aan een hele donkere mens? Uh, ja, ik, mo ik moet daar uh, over waken, ja. Dus ik, ik moet... Uh, ja. Mm -hmm. Eigenlijk ben ik... Um, ik ben van nature... Bij, kijk, um, ik ben een levensgenieter in moeilijke tijden. Mm -hmm. da daarmee bedoel ik, ik ben zeer optimistisch van nature. Ik ben zo geboren en, en, en het is mijn ouder te worden dat je natuurlijk... Ja, uh, door veel dingen tegen te komen, uh, merk ik dat ik dat, ja, mij daar af en toe ook moet verwapenen. Van, wacht, dat is maar wat het is. Uh, dus ik, ik, um, de enige religie die ik hanteer is de, de, die van de Griekse god van de relativering, Astamaris. Mm -hmm. uh, dus de, ik, ik probeer <laughs> eigenlijk... Uh, <laughs> uh, zo veel oh, mogelijk. Ja goed. Antwerpen na ook. Ja, sta, sta, sta maar eens. Ja, stemmeries. ja ja ja. Ik heb daar nog één kaars van en zo. Echt, ja, ja, ik zal, de, ik zal u zijn een ja, ja, ja. cadeau doen. Cool. Graaf. Maar ja goed. Vind ik dat erg nee hè. Dus dat, dat um, Ik merk. Ja. Uh, ik zie gewoon heel veel donkerte rondom mij. In mijn naastomgeving, in, 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 ai, in alle mogelijke regionen, is het vaak donker. Um, ja, ik probeer daar op mijn manier mee om te gaan. Ja. Ja. Um, ik heb het geluk om, om nog nooit. Ik heb nog nooit echt een depressie gehad of zo. best wel wat moeilijke momenten gehad, zowel professioneel als privé. Um, maar, weet je, de, mijn ouders zijn uh, vroeg gescheiden. Uh, en ik heel vroeg moeten leren of, of, of gemerkt van, ah oké, okay, maar wacht, uh, uh, het leven is toch niet heel een tijd uh, kerstmis in de zin ja, van ja. met z'n allen gezellig. En, dus heel snel in een soort... Nou, modus. Je doet ook de duisternis er rond, hè, waardoor dat je de lichtjes aandoet natuurlijk, dat heeft er ook mee te maken. Oh, wel, voilà, maar da, ja. da, dat is het eigenlijk helemaal. Dus heel snel gemerkt, ah oké, okay, er, is, er is wel wat donkerte in het leven. En gezocht naar een mechanisme om dan de lichtjes aan te steken. Dat, dat, dat is een evenwicht, dat zal tot de laatste dag zo zijn. En het is wat je ermee doet. Hè. Ik bedoel, de mens die zegt dat er geen donkerte bestaat, ja, dat is de mens die ik het minst vertrouw. Het is juist vanuit het aanvaarden van ja, de donkerte dat je weet, je, maar wacht, er zijn vele soorten licht, maar je moet ze af en toe vinden of, of aangereikt krijgen. Of, uh, ja. En wat is... Uh, wacht, ik ga heel even een klein secondje onderbreken, want ik moet ja, dringend naar de wc. Ik heb nog een <tie> mooi ding waar deze naartoe Alexander. kan Ik moet echt, dat is niet normaal. Ik zit hey, hier zo maar, heel maar. de hele ah, Dus ik ben direct Do, terug. Doe maar, doe maar. Ik had wel even naar de boeken kijken. Ja, al al ga je gaan, ga gaan door? Wilt, ga wij kan door kunnen nee, kunnen doorgaan. Wat Als jij oh, wilt. als boeken... Oh, probleem. Als ik ben direct terug. Wat kunnen we knippen? Wat kunnen we doorgaan? De boeken? Ga je kunnen over de boeken beginnen? Kijk hoe. Dat is wel grappig hè? Ik heb het al eens verteld, maar dat is zo... Toen hebben we hiermee begonnen. Ja? Toen zei ik... Er zit geen super groot plan achter. Ik woon hier nog niet zo lang, dus dat ja. is er ook maar ingegooid. Het ja. is dan niet alfabetisch. Uh, dus dat is daarom dat dat heel raar is. Ja. En uh, ik weet, een van de eerste commentaren dat ik soms las was: Amai, coole verzameling, maar what the fuck doet Twilight daartussen? Want er zitten dus ja. ook dingen tussen waar ja, je wat minder mee geassocieerd wilt worden. Maar ik durf dat dus ook niet meer uit te uithalen, want als ik het uithaal, dan hebben mensen dat gezien. Echt? ja, ah ja oké, okay. dat wordt zo nauw... Ja, ja, dan krijg ik soms wel eens een bericht van... Uh, Wat is er gebeurd? Ja. Allee. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Dat, is... dat vind ik nu prachtig. Vroeger hè, was dat zo, dan moogde je goed vinden, dan moogde je niet goed vinden. Dat vind ik zo fantastisch aan het feit dat alles online beschikbaar is vandaag. Ik zie dat bij mijn kinderen ook, en bij tieners. Die vinden... Alles wat ze tof vinden, vinden ze tof. En dat heeft niks te maken met is het approved by. De guilty pleasure bestaat niet meer. Nee, nee, dat is zo. Die snappen ook niet. Wat is dan een guilty pleasure? Die vinden gewoon. Ah, een nummer van Sam Goris, super tof. Iets van Annie Snails, ook heel tof. Dat maakt niet uit. Nee, dat is en waar. dat vind ik een ongelooflijk toffe doorbraak. We zijn nog opgegroeid in een tijd van de recensies. Dit mocht je goed vinden. Dit is slecht, nooit kopen. Dat, mag, ah, dat is. Ja. Ik ben blij dat dat weg is. Ja, maar het, het, had ik eigenlijk guilty pleasures? Als je nu zo denkt: van hier. Want het is niet omdat wij het nu tof vinden dat wij het niet hadden, want we hadden het wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ik heb me daar nooit over. Ik, ik had nooit het gevoel dat ik me daar moest over schamen of zo. Dus het dat is moeilijk om te zeggen wat dan guilty pleasures zijn, snap je dat? Ik denk dat guilty pleasures zo echt dingen zijn waar je misschien stiekem toch van wit dat dat. Je kan dat soms met, met, met zo'n platte humor hebben of zo. Ja ja. Dat, ik, dat, ik vind daarom platte comedy is heel tof want ja, je, dat, je schiet in de lach. Dat is zo spontaan. Ja ja. En toch zie je de rond van shit. Niemand in mijn gezin. Ja, ja ja ja. Maar ik had dat heel hard met André van Duin, dus wat, wat, wat dan in, in wellicht toen wij klein waren in het schuifje niet politiek correct of, of niet approved by zat. Terwijl als je daar nu op YouTube naar kijkt, daar zit, daar zit een absurditeit in die soms ongelooflijk is. Echt. We hadden het over zo. Uh, Guilty Pleasures. Ja, ah, cool. dat dat eigenlijk niet meer bestaat nu, dat dat niet meer bestaat. Nee, omdat dat dus, uh, wat ik een ongelofelijke doorbraak vind in het aanbod van entertainment en hoe dat te beleven, ik zie je dat bij mijn kinderen en bij tieners, die liggen niet wakker van, ja, dat is correct en dat is niet correct. Dat is eigenlijk leuker, hè? Maar veel leuker. Mm -hmm. Spotify-lijst van mijn kinderen, ay, dat, ik zei het juist, dat gaat van Sam Goris tot Nine inch Snails. En voor hun is dat dat is hun lijst, punt. Dat, 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 mm -hmm. wat, wat bindt al die nummers? Het feit dat ze dat goed vinden. Maar vroeger, vroeger moest je het goed vinden of, of, of uh, bepaalde recensenten van wat gaan die zeggen. Die zijn daar totaal niet mee bezig. Dat vind ik een prachtige evolutie. Er ja. is dus iets dat we nog vergeten te vragen zijn om Bruno Wijndalen toen hij hier zat. Ah ja. Maar uh, jij hebt daar ook al meegewerkt. Hè? Omdat je nu Humo boven haalt, jij hebt dat Bonanza-avontuur <laughs> ook meegemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Hoe ging dat en wat liep daar allemaal mis eigenlijk uiteindelijk? Want het idee was eigenlijk best goed. Hè? We, gaan, we gaan een beetje de Humo is dus waar het, het vuur onder schenen schijnen ja. liggen. ja. Maar ik denk... Um een aantal dingen, maar dat zal Buno wel bevestigd hebben. Ja, ik denk enerzijds dat dat te ambitieus was, waar op zich niks mis mee is. Allee, dat is eigenlijk het, dat is altijd de kracht geweest van Wouter van den Houten. Denk groot en, en Wouter zei altijd bij alles: we, we spelen alles plat. Ja. Dat, dat is wat hij in het leven staat, alles of niks. En dat is heel tof. Allee, je moet altijd een kapitein hebben die zegt: jongens, wij gaan de wereld veroveren. Allee, voor minder gaat het niet. Um, en ik denk dat die bonanza kwam op het moment dat uh, en, en, en dat vier verhaal is hetzelfde dat Wouter als ondernemer vond van oké, okay, ik heb nu tv ik zit aan, aan ben verzadigd woestijnvis is een bedrijf dat heel veel hits maakt ja, tijd voor iets nieuws um, en ik denk dat dat een persoonlijke droom was allee, dat is echt de generatie die met humor opgegroeid mm -hmm. is van oké, okay, ik, 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 ik wil dat eigenlijk Overnemen, wat hij heeft nadien Humo overgenomen ook. Mm -hmm. hè. En zolang dat hem geen gaat, wou hij het zelf doen of we concurreren. En, allee, er is een is zelf nog aange, aangetrokken om, om, om mee te gaan, wat hij dan natuurlijk nooit deed. Maar ik, ik had dat gevoel toen, en ik was toen jong, hè, ik was 21 jaar of zo, dat, dat de kapitein zei: van wij gaan eens laten zien dat, het, dat wij dat ook kunnen. En ja, ik denk. Ook al door het feit dat er vier of vijf kapiteins waren, gaat dan Bruno die, die aan het hoofd stond, maar gaat dan uh, een, een aantal figuren daaronder, waaronder Erik Goens en Chris Oflak en zo, hmm. Ja, die, die uit de geschreven pers kwamen en die het ook moeilijk hadden, denk ik, om onder de, de, de vleugels van Bruno Wijndalen, die dan besliste, maar die eigenlijk tv-maker was. En op dat moment ook elke dag de laatste show maakt. Dus da daar zaten al een soort spanningen die niet ja, die evident waren. Mm -hmm. Ja, da dat is mijn inzien. Is denk, allee, het feit dat er niet echt één kapitein was. En de clash of the egos. Ja. Um, dat misschien, dat, uh, misschien ook een klein beetje dat het verschil niet groot genoeg was. Het gat in de markt was dat? er niet echt. Nee, Wat bij Vier in het begin ook een beetje uh, hetzelfde probleem was. Namelijk ja. was het gat in de markt. Uh, denkende van oké. Okay, onze programma's van Woestijnvis werken zeer goed bij de openbare omroep. We gaan die verplaatsen en het volk gaat volgen. En dat is niet direct gebeurd. Mm -hmm. Alleen, vandaag heb ik het gevoel dat Vier een veel gezondere zender is. Dan, dan bij zijn start. Namelijk, nu is dat een hele commercieel gezonde zender. Mm -hmm. Wat het eigenlijk toen ook was: VT4 was een commercieel gezonde zender, met heel veel aankoop en, en Amerikaanse reeksen. En, en, en wat ze zelf maakten, was ja, dat leek gezond. En dan ineens werd dat zo'n soort. Ja, wacht, woestijnvis. Die spreidstand van komen eten en, en de programma's van Jan Elen, Ja, daar zit wel een hele grote spreidstand tussen. Mm. Dus da, da, ja, dat was moeilijk. Ja. Ik heb uh, het gevoel, en ik u zo horen babbelen. Ik zou u bijna de telefoonboek kunnen horen voorlezen. En ik blijf daar gefascineerd het echt? naar luisteren. Is ah, dat <laughs> goed? Dank Want iemand die enorm. Um, I, I, dat verbaast mij ook niks dat jij een winnaar zijn van de slimste mens en, en daarmee bedoel ik jij dan onwaarschijnlijk grote algemene kennis en je kunt er ook heel leuk over vertellen dank u dus eh, we hebben we zijn begonnen met, met, met eh, de, de droom van, van Milo en eh, met uw Philo ja, uh, maar Milo is mijn tweede voorstelling Milo ja dat is een droom van Milo <laughs> Jesus ik ben altijd zo slecht in namen hè, dat boeit mij echt geen hol dat dat maakt het niet uit Philo eh, Farnsworth ja. hè, we weten nu nog wel dat is ook wel een mooie naam, eigenlijk. Ja. Maar de droom van Philo... Um, ja, ik, ik, ik stel me dan ook voor dat als je de voorstelling zo noemt, hè, en je gaat dan ook uh, vertellen, je stelt eigenlijk de vraag... Is die eens een droom uitgekomen? Is de tv wel goed of slecht voor ons geweest? Of, uh, wat, wat kunnen we daaruit uh, opmaken dat, dat uw conclusie is op het einde van... Allee. We um, willen de voorstelling niet gewoon spoileren, maar nee, je nee, nee, de voorstelling nee. bekijken. Maar je weet wat ik wil zeggen. Ja, ja. Omdat je toch een hele grote motivatie moet hebben om te zeggen, om deze capstok hang ik het op, en ja. wat is mijn visie daarover? Ja. Eigenlijk is de conclusie van de voorstelling, en dat is geen spoiler, um, dat... Ik vertel zijn verhaal, en zijn verhaal is echt... Dat is een heel triestig verhaal. Hè? Dat is heel heavy en meeslepend, en dat maakt het daarom ook interessant om te brengen op het podium. Um, en daarnaast laat ik ja, dingen zien waar we het straks al over hadden. Zo, ja, soms de, de mindere kant van TV of, of soms de hilarische kant van TV. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen, en dat is een heel persoonlijke boodschap, die ik heel hard betrek op mijn eigen leven. En nog te weinig in de voorstelling uit een soort onzekerheid als performer of die eerste stap na, na, naar zalen toe. Dat is eigenlijk um, die gast had een droom die prachtig is. Die heeft hij uiteindelijk wel gerealiseerd. Alleen het is hoe hij ernaar naar keek die het verknald heeft. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, met alles we in het leven hè. Iedereen wordt geboren met uh, een ongelooflijk uh, 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 spectrum aan dromen. Oké, okay, de ene zijn we staat in een toffe huis, de andere zijn wiegstaat staat in een kansarm gezin. Maar in uw kop, in principe, dromen zijn kosteloos. Hè. Dat is, mm -hmm. Dus je dus je kunt dromen, dat is een fantastisch gevoel. Alleen, het leven is vaak zeer moeilijk. Het is een kwestie van, ja, hoe kun je een droom, hoe klein of hoe stom ook, het gaat me niet over de grote droom, maar hoe, hoe klein of hoe stom is je droom, je vader die je niet kent terugvinden, of, of toch uh, een klein huis vinden met een tuin. Het maakt me niet uit wat je droom ook is, maar dat blijven, daar, daar blijven dromen... Dat moeten we wel blijven doen. Dus eigenlijk gaat het over, oké, okay, het leven is vaak donker. Hè? Dat, dat is, ah, elke, elke dag staan er op mij een aantal ambities. En elke nacht ga ik slapen met de gedachte van, ja maar die en die ambitie heb ik toch niet kunnen waarmaken. Want zie ik wat er allemaal weer op mijn boterham terecht kwam. Maar goed, we moeten dat wel blijven doen. Want het is wel het enige wat we hebben. Mm. En dat doet ook wel deugd. Misschien klinkt dat heel wollig, maar ik meen dat echt. Dat is het gevoel van. Ook voor, voor uw droom, hoe stom ook is, maar je moet dan wel blijven doen. Je moet daarachter... En de hoop om die droom op een dag te vinden. Ja. Dat is kei belangrijk. En dus... De droom van, van, van Philo, door, door het feit dat hij zijn droom heeft gerealiseerd, heb ik mijn droom ook kunnen realiseren. Want zonder tv had ik nooit het gevoel gehad van fuck, dat is wat ik moet gaan doen. Super naïeve droom, hè. Van, van als, als kind, van oh, later ga ik tv maken. Wat is dat nu voor een... Voor een uh, duizend kilometer uh, van mij verwijderde een droom. Mm. Maar ik, ik, de naïviteit en de romantiek heeft mij tot op dat punt gebracht. En door tv heb ik al prachtige momenten meegemaakt. En ook een hoop kutmomenten die niemand toewenst. Maar niemand. Mm. En dan... Die kutmomenten zijn er ook dankzij het nastreven van mijn droom. Waar ben ik nu in terechtgekomen? Is dit nu waar ik dan van droomde? Wat, wat waren kutmomenten? Wat waren dingen waar je echt van zegt, hier ben ik niet blij mee, of dit was niet waar ik voor getekend had? Of? Als je merkt dat je iets maakt dat, dat ja, ik niet content van ben, of, of dat slecht onthaald wordt, um, en, en dan je uitvergroot wordt. Mm -hmm. dus, dus waar ik het, het allermoeilijkste mee heb, is, is uh, growing up in public. Hmm. Het, het gevoel van um, u te moeten altijd verantwoorden voor elke stap die je zet. Terwijl, ja, en dat zult je wel beamen, wel, ja, als je entertaint of, of, of je iedereen die iets maakt, stelt zich kwetsbaar op. Hmm. In de zin van, of dat je nu pannenkoeken bakt voor je kinderen, je hoopt wel dat die kinderen dat lekker vinden. Dus als die zeggen, die pannenkoeken trekken op niks, ja, daar da, ja, da raakt u wel. Dus als, als je iets maakt... En, en de mensen vinden het niet goed, ja, dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Niet een overkomen, want ik heb ook geleerd. En zeker nu met die voorstelling, want daar werd ik keihard mee geconfronteerd. Oké, okay, maar wacht, als ik dat plezier niet direct vind bij. ze vinden het tof, moet ik het wel bij mezelf gaan vinden, want anders, waarvoor doe ik het? Dus die, 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 dat leerproces van. Zelf al zit de zaal vol, mij. Ik noem het dan altijd niks tegen mensen met baard, in tegen, alleen maar zo. De kwaad kijkende Vlaming met baard. Het gaat vanavond weer zo zijn. En ik zit hier tegenover twee vriendelijke mannen met nee. baard. maar lieve gasten met een baard. Die bestaan ook. Ja, ik weet niet Nee, maar ze staan ook Steven van Nederwegen. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik ik kijk ook. Kwart, Nigel Williams ik... zei altijd: baardwrijvende intellectuelen. En dan wist ik ook ja. meteen wat dat bedoelt. Hè? Zo ja. De die voilà. titulaar baard ja, ja. die zo wat boos naar u kijkt. Absoluut. Ik ben en, mee. en eigenlijk is hm. het ja: eigenlijk hm. had mijn voorstelling over. Uh, ik ben een kind en ik maak iets. Uh, ongeremd niet nagedacht over wat het moet zijn. Dit is wat ik u wil tonen. Hè? Mama, mm -hmm. papa, kijk eens wat ik kan. Dat, dat, is, dat is de basis van alles. Mm. En, en, um, ja, dus ik heb me door de jaren moeten wapenen tegen uh, dat niet iedereen alles goed vindt wat ik maak. Mm -hmm. da, daar heb ik het in het begin lastig mee gehad. Omdat ik ja, wel iemand ben die hoop een breed publiek aan te spreken. Daarmee bedoel ik van, het is niet dat ik, ik haal mijn plezier niet uit. van eh, 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 Wij hier met z'n 200 tegen de wereld. Da, da, ik haal mijn voldoening uit. Ja, zoveel mogelijk mensen kunnen beroeren met iets. Mm. Dat gaat niet over, zie je wat een succes ik heb. Van, wat een massa ik aan. Het gaat echt over... Nee, ik, wat ik vertel raakt andere mensen. Doen lachen of... of allez, en hoe ouder ik word, hoe, hoe, hoe meer ik ook die ontroering ongelooflijk interessant vind om op te zoeken. Um, ja, dus dus dat, zijn, okay, dat zijn zeker een aantal moeilijke momenten geweest. Omdat, dat is persoonlijk al moeilijk en ik pak dat dan echt mee naar huis. En als dat dan nog eens in alle kranten, weken, maanden lang uitgesmeerd wordt, ja, dat vind ik niet evident. Mm -hmm. Want om, je hebt dat ook gezegd over jezelf, hè, dat je een pleaser bent. Ja. Heb je het gevoel, mee ouder te worden, dat je dat minder wordt? Um, ja, um, dus, naar na de buitenwereld zeker. Omdat ik wel een manier gevonden heb om, om daarmee om te gaan. Maar ja, ik veronderstel dat je dat wel op het moment dat je kinderen hebt... Worden toch kwetsbaarder naar je kinderen toe. Hè? Dus, dus dat, dat, dat zit hem nu op het niveau van. Ik wil de beste vriend van mijn kinderen zijn en tegelijkertijd merk ik dat ik ook die moet opvoeden. En dat vind ik een afschuwelijk evenwicht. Mm. Dus, dus dat pleasen van. Ik ga zorgen dat Gelle twee een tof leven hebt, uh, Dat is het enige wat ik kan, kan geven. Maar dus dan merk ik ook dat ik. Ja, ik moet die dan ook nog eens opvoeden. Daar. Dat ja, dat, dat valt me zwaar. En dan je ja. niet altijd hun beste vrienden nee. wanneer je dat doet op dat moment. Nee, nee, dus mijn, mijn oudste zoon vindt dat ik aan kindermishandeling doe. <laughs> uh, hij heeft dat <laughs> nu op school geleerd. Kindermishandeling. kindermishandeling, en wat is dat? Is dat ze een zijn goesting niet krijgt hoe dan kindermishandeling bezig is. Ja, ja dus, dus hij, hij, hij wou gitaarles leren. <laughs> ja. en ik zeg: oh, Geen probleem, maar dan moet dan elke dag tien minuten oefenen. En dat oefenen. Hij zegt: nee, Ik speel nummers, ik oefen niet. Oké, okay, maar speel dan een nummer. En dan jij gaat mij niet zeggen. Hoe, hoe oud is hij? Zeven. Jezus Christ, aan, Dus ik doe aan kinderen Er Dat was een riem bij ons thuis, bro. Dat is <laughs> wel niet ja, voilà. waar. Maar, nee, nee, maar ja, goed. Maar mijn vader was wel een ander soort autoriteit, uh, ja. heb ik het gevoel. Maar ja, dat ja. is... Ja, man. Inderdaad, dit is, maar aan de andere kant moet het zo bezien. Als jij, als jij vertelt dat jij elke zondag een filmavond organiseert voor die mannetjes, pakken die wel mee, hè? Ik hoop daar het, is, ja. Ja. Is ja. ja. Dat is sowieso iets waardoor je God, een, een, soort, een soort ding creëert... Waar die later, zeker als die in de dertig zijn, en zo door hun initiële mijn nou, vader is echt niet cool fase. <laughs> ja. Zijn gesukkeld. Dat die wel gaan doorhebben. Van, dat was wel iets bijzonders. Of, ja. Dat is wel iets speciaals. Dat tekent u wel, zo, ja. dat soort dingen. En dat, dat is wel heel cool. Dus uh, in ieder geval, um, goh, Steven van Nederwegen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uw voorstelling. Ik wil ook ah, wel merci. zeker komen kijken. Meer dan ik welkom. Dat ook, uh, iedereen, uh, moet iedereen moeten doen. Hè? Dus de droom van Fylo. ik zal het nog eens correct uitspreken deze keer. <laughs> de klippen de die imderen, we plakken de f erop en dan is er hier niks dom gezegd voor mij. Um, loop nog door de zalen. Hoe lang speelde jij daar nog? We, eigenlijk tot mei. Uh, het najaar en het voorjaar. Ja, alright, cool. Uh, ik zou, zijn er nog tickets of is het al hopeloos? Ja, nee, nee, allemaal? nee, nee. Ja. Uh, ja, Gevoeld dat er heel veel mensen zijn die nieuwsgierig zijn, en ook heel veel mensen die niet goed door hebben wat ik breng. Ja. Dat zal logisch zijn. Het is de eerste keer dat ik dat doe. Dus ja, voilà. Er zijn zeker nog tickets. Ja, absoluut. Allemaal op. Uh, ja. website www er is van alle tickets. Voilà, dat is dan direct de ticket link zoek op, dus dat is altijd heel handig dat je niet inderdaad via van die wat jij er ook bij gezet hebt, wat er bij mij tegenwoordig ook bij zijn. ga niet naar Bimster of dat ja. soort ja. vreselijke woeker sites, maar pakt hem gewoon via officiële weg. Ik zou zeggen, ga dan wel kijken, want zoals ik al zei, de man kan het telefoonboek voorlezen <laughs> en het blijft nog steeds interessant. Steven van Herenwegen, hopelijk vind jij nog veel licht in uw duisternis en, uh, Zeker en vast. zien wij u er wel terug. Want ik denk dat wij ook een hele aflevering kunnen wijden aan films die we leuk vonden. En dan, we, en, dan we, en dan hebben we het nog niet gehad over die jaren op Stu Die mannenwerkdag blijven gemaakt doen. Wat Was dat Cuisine Ah, cool. X. Cuisine X, ja, ja. Cuisine dat, X. Dat, wil je uh, het daar nog even over hebben? Want ja, het is zo schoon geëindigd. Ja, maar, ja, dat is man, waar, man, he? man. Dat was zo tof. Mensen ah, ah, die dekken, dat, dat was. Uh, we wel was... verdomme Ik zijn begonnen. Ja, doe het. Doe het. Doe het. Ik vond het wel. Uh, dat, dat was een beetje. Uh, dat was wel een kant dat ik daarna niet zoveel meer gezien heb. Dat was ook wel een plager gekend. Ja ja, 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 ja. Dat, dat was waar. soms uithangen, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. Dat is natuurlijk een keuze die ik zeker op tv gemaakt heb. Om, om, ja, daar kunnen soms in, in dat soort regulier entertainment minder scherp zijn. Hoewel ik dat heel vaak probeer. Uh, in, in, in quizprogramma's of zo. Of in talkshows. Ja, um, mijn truc is altijd, uh, ik wil. Ik probeer eerst hun beste vriend te zijn en denk keer dat dat gezet is. Ja, dan. dan uh, De nou eigenlijk. <laughs> ja? Toch wel weer een klein beetje. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo dat, <laughs> ja maar, dat, dus, maar dat hebben ze naast, soms niet helemaal begrepen. Daar zeggen ze. Wel, dan we lachen mij met alles. En mm. dan zeg ik. Ja, maar, en ook met jezelf? Ja, zeker. En als je dat dan doet. Dus ik, ik daag hen vaak uit. Ik heb zo een keer een parodie gedaan op tv. Een toeristisch filmpje een, in Aals met een alles slecht met zo'n gasmasker op de dender. <laughs> dus, dus daar konden ze niet mee lachen. Denk ik, ja. Hoe kan dat nu? Ja. Je zegt zelf, wij zijn de stad van de satire, waar we met alles lachen. Ja, maar het begint toch bij uzelf mm -hmm. Dat is toch een soort basisregel? Dus ja, voilà. Maar, maar ik wist niks. Ja, ik was natuurlijk ook jonger. Hè. Mm -hmm. <laughs> de, van die frigo... Dat was fantastisch hè? Dan de frigo? Je... Ja, wat was dat dan weer in België? Gewoon ja. iemand opgegeten? in een frigo gewonnen. Ik ben dan op in het telefoonboek om te zien hoe ver dat kon gaan. En zeggen aan proficiat in de frigo mensen, ah dank u, fijn. We roden u uit in de showroom. Uh, met, een, met een klein receptieke, ah geen probleem. Uh, en dan, allez, formaliteit, we maken ook een foto van u met dat toestel. Ah ja, geen probleem. En dan doet, staat u daarnaast in lingerie. Uh, maar ja. ik ga dat zo mee alsof het niks was en dan, ja was het... Lukt het mij of lukt het mij niet? Om dat was telefonisch hé. Ja, ik ja. weet het. Want ik heb ook een aan geweten dat ik een platenwinkel opbelde om te zeggen ja, wij zoeken een ja. nummer <laughs> en uh, dat gaat zo uh, kut, 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 ja. kut, kut en zo dat soort bullshit. Ja, en ja. je hoort die event zo, ja, ja nee, nee, dat, dat ken ik, dat ken ik precies niet. En dan kwam de andere erbij, wacht, wacht, ik kan het beter zingen en ja, dat werd alleen maar... maar, maar kijk, nou, ik ja. toch eens iets vragen, misschien is deze goocheler eens een truc laten zien, maar uh, want dat is geweldige radio, maar er zijn dus echt mensen die daar op ingaan. Ja ja. Ja we konden uit dat dat niet opgezet is, maar dat is toch stot. Ja, maar ja. Gebeld... Is dat de kracht van de radio? Of van... Je belt mensen op en mensen pakken niet op met, zou het verborgen micro zijn? Je hey. zegt dat... ja, ja, ja. ja, je in de notto of bezig of, ja, dat... je pakt de mensen midden in een actie, dus dat is zeer onverdacht hè. ja. ja. Want hoe lang je door dat ze met je kloten aan het spelen zijn? Vooral dat je denkt, deze is te veel op een hoop en nu oh, ja. geloof ik het niet meer. Ja, ja. Dat is hè? Ja, je heel ver in gaan. Hè. Maar de truc was eigenlijk gewoon, dat zijn de moppen uit de lagere school. Dus... Eigenlijk ben ik een type gast zo die... Nog één keer, gevliegt buiten. Het is goed. Oké, okay, oké, okay, ik ken mij. Nog één keer. En, dan is het... en ja, op een of andere manier ben ik bezegend door het feit... Ik straal ook niet direct iets agressief uit, waardoor de mensen ook niet direct boos worden op mij. Dus die blijven dan maar zeggen: alleen nog één keer en, en dan vliegen echt buiten. Dus ja, ja ik, ik heb dan een soort mini-krediet om dan iets meer te kunnen permitteren zonder dat ik echt op mijn gezicht krijg. Ik... Dat is misschien wel de beste eigenschap dat je in het leven kunt hebben. Ja. Misschien kan ik dan nog eindigen met een nog mooier zin, waarin ik zeg. Steven van Herrewegen, Mocht je nooit buiten gezet worden uit de klas. <laughs> Blijf het oh, zo je. lang ja. als mogelijk volhouden. In ieder geval, Droom van Philo, Er zijn nog tickets. Je kunt gewoon kijken. De Andries heeft ook zo'n moment gaat over de radio. Het is geweldig, <laughs> het is allemaal geslaagd vandaag. We voelen ons goed. Dit was het voor Alex Andries en uiteraard Steven van Herrewegen. Merci voor weer te luisteren en te kijken. Volgende week zijn we. Er terug when we make Monday great again. De first step on the road to recovery is admitting dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Aha, uh -oh. ik send hier aan dit voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, sending this day! Not the fees! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.